Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij Pakhuis de Zwijger bij deze avond Stikstof tot Nadenken. Wie is hier voor het eerst? Kijk, het is gewoon weer eens een nieuw onderwerp en dan komen er weer allemaal nieuwe mensen in de zaal. Wat fijn dat u er bent. Overigens niet alleen degene die hier voor het eerst zijn, maar ook de mensen die hier vele keren komen. Aantal bekenden, altijd fijn dat die weer in de zaal zitten. Mijn naam is Natasja van den Bergen. Ik heb de eer om moderator te mogen zijn. Waardoor ik een soort permanente educatie voor mezelf heb georganiseerd. En vanavond, heel specifiek geldt dat ook over vanavond. Want wij gaan met elkaar praten over stikstof. En we gaan hopelijk in de komende twee uur, anderhalf tot twee uur met elkaar ontdekken wat stikstof eigenlijk is. Maar ook wat stikstofemissies zijn, emissie, depositie, wat pas is. Dat zal te pas en te onpas waarschijnlijk genoemd gaan worden. En aan het einde van de avond bent u in staat om bijvoorbeeld, zoals ik vanmorgen bij de Volkskrant, toen ik weer las, een heel stuk las over een nieuw rapport. Dat ik dacht, ik lees het en ik begrijp de woorden, maar begrijp ik het wel echt? En aan het einde van de avond zult u allemaal op het niveau zijn, misschien bent u dat al lang, maar voor diegenen die dat nog niet zijn, zoals ik, dat u dat echt begrijpt. Dat is het doel van vanavond. Het is een eerste avond van meerdere avonden die wij over dit onderwerp gaan programmeren. Wij programmeren hier in het Pakhuis veel avonden over de gebiedsontwikkeling, over hoe wordt de stad gebouwd. En zoals u weet heeft dit dossier sinds de Raad van State zijn uitspraak heeft gedaan over de programma aanpak stikstof in dit voorjaar nogal wat effect op de bouw. Wij maken vaak programma's en toen dachten we zullen we een hele avond maken over de effecten van dit stikstofuitspraak voor de bouw. We maken ook avonden over landbouw en voedsel. Zullen we een hele mooie grote avond maken? Dachten nee, we moeten het opknippen, want er is zoveel te bespreken met elkaar. En om het echt te begrijpen en tot zinvolle, constructieve, misschien wel oplossingsrichtingen te komen, zullen we toch iets meer de diepte in moeten gaan. En daarom hebben we deze eigenlijk, nou ja, eerste kick-off startbijeenkomsten bedacht, die heel erg niet gaat over allemaal meningen, maar gewoon eens even echt eerst maar eens de feiten op orde hebben als zaal. Voor de sprekers is het wel even fijn om te weten wat het kennisniveau van de zaal is. Wie zegt ik ben echt een stikstofexpert? Ja, ja, heel goed, heel goed. Ja, niet zo bescheiden. Zo makkelijk. Als je dat durft te zeggen, dan zal het ook wel echt zo zijn. Laten we zeggen, 5, 6 mensen noemen zichzelf hier in deze zaal stikstofexpert. Wie heeft zich eigenlijk pas, behalve dat je ooit een keertje misschien bij een les ergens op de middelbare school gehoord dat de lucht die wij om ons heen hebben, dat daar heel veel stikstof in zit. Wie had eigenlijk nog nooit over het stikstofprobleem gehoord tot, laten we zeggen, de afgelopen 2, 3 maanden? Dat er echt iets was aan de hand was met stikstof. Nou, dat is toch alweer zo. 30% had zich tot de afgelopen maanden niet gerealiseerd dat er zoiets is als een stikstofprobleem. Wie werkt in een domein of in zijn beroep en heeft last of heeft effecten of ervaart effecten van die uitspraak van die Raad van State en heeft opeens nu een stikstofprobleem? Ja, dat twijfel. Ja, dat is leuk. Waarom twijfelt u? Want u zegt probleem. Vindt het ook wel leuk? Oh jee, nou. Ik ben Arabelle Boscher en ik werk voor Greenpeace. Oh, ja. Ja, dus ik, ja, hartstikke leuk. Nee. Leuk is het verkeerde woord, maar nee, het is interessant. Ja. Uitdagend, ja. 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 Nee, dat begrijp ik. Ja, dus toch wel zo'n beetje 40% van de zaal heeft in zijn dagelijks werk gewoon te maken met dit dossier. En wie is hier gewoon, dacht nou leuk, een avondje stof tot nadenken over stikstof. Ik ben gewoon burger en geïnteresseerd en daarom ben ik hier vanavond. Wie is dat? Ja, dat is zo'n beetje de andere 40%. Nou, zo ongeveer. Nou, dan weet wie even nog voor die specialisten die betrokken zijn bij stikstof, wie werkt dan in de bouw? Is er iemand aanwezig die in de bouw werkt? Interessant, bouw. Wie heeft iets te maken met agrariërs en landbouw? Landbouw, mooi, fijn dat u er bent. Top. Wie is dan wetenschapper en heeft dus is gewoon in zijn onderzoek met stikstof bezig? Fijn. Wie is een NGO? Vertegenwoordigd in die. Fijn. Wie werkt bij een NGO? Niet wie is, maar wie werkt voor een NGO? Oké. En wie heeft ook nog een andere bedrijfstak die zegt dat is ook heel relevant? Mobiliteit, hè? Moet ik misschien zeggen. Mobiliteit?
Wat wilt u? Oh, de adviestak in generieke zin. Ja, ja, ja. Heel goed. Ja. Dus die profiteert ervan. Dus lekker even hier zitten en morgen weer een rapportje tikken. Ja, ja. Nee, heel positief imago heeft hij. Oké, heel goed. Wie zegt ik ben of in een consultant of iets? Ik moet iets met stikstof en advisering. U dus? Nou, ook een paar. Nou, fijn. Nou, dit past heel erg bij een van de dingen die ik het leukst vind op Pakhuis de Zwijger. Namelijk dat we een soort van volksuniversiteit zijn. Gewoon een plek waar je slimmer wordt met elkaar. Het programma is heel eenvoudig. We hebben 4 sprekers. Waarin we eerst wat meer wetenschappers aan het woord laten. En dan wat meer de juridische argumenten beoordelen. Dat doen we dan met een advocaat en iemand die rechtszaken aanspant. Dus dat is een mooie balans. En daarna komen alle 4 de sprekers weer met elkaar op het podium. En hopen we in de uitwisseling te ontdekken wat we nog moeten leren weten. En kunt u mij helpen met slimme vragen stellen. Dat is eigenlijk, daar doe ik echt een beroep op. Want we gaan. En hopelijk zijn we dan zo rond tussen 9:30 en 10:00. We kijken wel hoe lang het nodig is om maar maximaal tot 10:00. Wat we nodig hebben om alles wat we willen weten vanavond over stikstof. Wat u waar u bang was om dat te vragen. Hè? Everything you always wanted to know about stikstof. But we're afraid to ask. Oké. Heeft u er zin in? Ja. Mooi. Nou, dan gaan we beginnen. En dan krijgt u nu een kort stikstofcollege. Daar starten we deze bijeenkomst af. Dat kan dus. Je kan dus gewoon stikstofcollege geven. En degene die dat gaat doen is expert stikstof. Hij was tot 1 oktober hoogleraar integrale stikstofstudies. Fantastisch. Aan de Vrije Universiteit. Maar hij is ook directeur bij het Louis Bolk Instituut. Geef hem een groot applaus. 10 minuten en daarna mogen wij vragen stellen. Geef hem een groot applaus voor dit college. Jan-Willem Eresman. Ja, hij doet het. Goedenavond allemaal. Normaal doe ik 2 keer 2 uur stikstofcollege. Dus dit moet in 10 minuten. Dus dit gaat razendsnel natuurlijk. Een stofwolk aan woorden over u heen. Maar met de nodige figuren erbij om het te duiden, hoop ik maar. Stikstof, een mini-college heb ik het dan ook genoemd. Hè, want het is echt maar een mini-college. Over stikstof. Eerst maar eens, wat is het? Wat doet het? Wat weten we? En misschien een beetje wat niet, maar belangrijk is om in ieder geval te duiden wat we wel weten. Wat is stikstof? Nou, in deze lucht zit 80% stikstof. Tenminste, als we de ramen openzetten, dan wordt het ook wat beter. Dat is die N2, die doet niks. Die adem je in en adem je weer uit. Niet spannend, het enige spannende is dat de zuurstofconcentratie in deze ruimte dempt. En anders verbranden we allemaal namelijk. Heel goed, die stikstof. Maar om dat voor het leven toegankelijk te maken, moet je dat omzetten in een reactieve vorm, zoals we dat noemen. Combineren met waterstof of combineren met zuurstof. En dan krijg je dit soort verbindingen. Als je die inademt, gebeurt er wel wat. Denk aan lachgas bijvoorbeeld. Hè? Als je dat inademt, dan ben je even oud. Mensen vinden dat het heerlijk schijnt. Er zijn andere verbindingen. Ammoniak, hè? Die komt voornamelijk uit de mest. Stikstofoxide bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Hoge temperatuur wordt met die zuurstof gecombineerd en dat levert verbindingen. Er zijn natuurlijke bronnen van reactief stikstof, maar er zijn heel weinig. Ik kom er zo op terug, want het is een belangrijk gegeven. Maar heel weinig. Bliksem onder andere is ook hele hoge temperatuur. In de atmosfeer worden die ootjes en eendjes gebroken en bij elkaar gevormd. Deze is de belangrijkste, denk ik. Dat zijn bacteriën die in de bodem in samenwerking met wortels die stikstof binden uit de atmosfeer, aan de plant geven. De plant geeft daar energie voor terug. Prachtig systeem. En er zijn ook bronnen die het verplaatsen. Bosbranden, vogels, die hebben natuurlijk ook mest. Die verplaatsen die stikstof. Belangrijke waar we het nu over hebben, dat zijn de menselijke bijdragen daaraan. Met kunstmest doen we eigenlijk hetzelfde als die bacteriën, maar dan op grote industriële schaal. We hebben stikstof, dat breek je open, doet daar waterstof bij en dan heb je ammoniak. En ammoniak is de basis voor kunstmest. Ammoniak is de basis voor industriële toepassingen. Het is het grootste gas in de industrie wat we gebruiken, ammoniak. Heel belangrijk. En daarnaast heb je de fossiele brandstoffen. Wat ik al zei, elk proces dat fossiele brandstoffen verbrandt bij hoge temperatuur, vormt die stikstofoxide.
een bijproduct wat je eigenlijk niet wil. Dit zijn de verbindingen van stikstof. De natuur is zo ingericht dat die om kan gaan met heel weinig reactief stikstof, want er is maar heel weinig in de natuur. En dat betekent dat er enorm veel interacties zijn gevormd tussen bacteriën, tussen schimmels in de bodem, de wortels. Prachtig systeem. En laat dat nou de basis voor onze biodiversiteit zijn. Daardoor hebben we een biodivers systeem met heel veel bloemen, planten, dieren daarin. Een machtig mooi systeem wat de natuur ontwikkeld heeft. Maar we dachten al gauw, dat natuursysteem is niet productief. Willen wij daar als mens voedsel vandaan halen, dan moet je zorgen dat die natuur productiever wordt. En hoe doe je dat? Door het meest limiterende element toe te voegen. En meestal is dat stikstof. In ieder geval in de landbouw. Oftewel, je voegt stikstof toe, meer groei, meer biomassa, meer voedsel. Dat is landbouw wat wij doen in het natuurlijk systeem. Maar wat gebeurt er nu als je die stikstof toevoegt? Dat geldt zowel voor mest als kunstmest. Dat schakelt eigenlijk dat biodiversiteitssysteem uit. Geen gebruik meer van bacteriën, schimmels. Oftewel, die biodiversiteit verdwijnt alleen al daardoor. Nou, dan heb je in de landbouw dat je nog meer stikstof erop doet, meer produceert. En dan heb je de afnemende meeropbrengst. Oftewel, je krijgt wel meer opbrengst, maar dat wordt steeds minder voor de hoeveelheid stikstof die je toevoegt. Dit is in de kern het stikstofprobleem zoals we dat kennen. Voornamelijk in de landbouw. Neem een willekeurige Nederlander. Zomaar iemand gepikt. Voor iedere willekeurige Nederlander zijn wij nogal dichtbevolkt met dieren. Een kwart koe, 8 kippen, een varken, maar ook een halve auto erin en nog even los van de industrie. We zitten dus helemaal klem in Nederland, heel druk bevolkt land. En daardoor is ook ons land wel speciaal, ik zal zo wat andere plaatjes laten zien, voor stikstof in Europa. Wat is nu de kern voor de landbouw? Ik zei al, meer stikstof komt erin, hogere producties. Dit is het plaatje van CBS. Ik vind dat altijd heel illustratief, die stroomdiagrammen. Maar wat je ziet is dat er komt nieuwe stikstof binnen in ons land. Krachtvoer en kunstmest. Dat verwerken we tot producten. Nou, van die producten is ongeveer 45% gaat in dierlijke producten. Dan gaat er nog eens en in plantaardige producten. Dat is goed, want daar doe je het voor. Maar de andere kant, de verliezen zijn 47%. En die verliezen gaan naar de bodem en naar de lucht en dus ook naar het water. En hier draait het nu uiteindelijk om. Dus wil je dat systeem, wil je dat die verliezen naar beneden draaien, heb je twee mogelijkheden. Of je maakt de efficiëntie van het systeem beter, of je gaat de kraan aan de input dichtdraaien. Krachtvoer en kunstmest, want dat is de nieuwe stikstof. Wat is nou die stikstofefficiëntie? Voor fossiele brandstoffen, nul. Het is een bijproduct, het is een technologisch probleem. Het levert alleen maar emissies, maar doet verder niks. Het is een bijproduct. Nou, 60% is al gereduceerd sinds 1990 zijn deze getallen. Dus heeft een reductie plaatsgevonden daarin. In de landbouw van start, dus zeg vanuit de kilogram kunstmest tot op je bord, is die efficiëntie ongeveer 10 tot 50%. 50% als je het goed doet, de primaire producten eet. Maar vaak en bijna al onze producten die wij eten, hebben gemiddeld een stikstofefficiëntie van 10%. Oftewel 90% in die hele keten gaat verloren. Nou, dat gaat als ammoniak, wat het belangrijkste is waar we het vandaag over hebben, over die natuurgebieden. En ook daar zijn de emissies gereduceerd, ook daar met 60%. Dus sinds 1990 hebben we al heel veel gedaan om die stikstof te reduceren. Nou, die stikstof waar we het nu over hebben, natuurgebieden, niet andere effecten. Die komen uit die bronnen, gaan omhoog. Die staan in de lucht, verspreiden zich met de wind. En door de wind komt het in de regen en de regen slaat neer. Of door de wind komt het direct op het oppervlakte en wordt opgenomen aan de oppervlakte. We noemen dat depositie. En wat doet nou die stikstof in de natuur? Als dit de biodiverse natuur is, doet het precies hetzelfde als in de landbouw. Het laat namelijk alles groeien. Hetzelfde mechanisme als in de landbouw. Dus dat wat hard groeit, overwoekert dat wat minder hard groeit. Bramen, grassen, brandnetels zijn heel erg minnend in stikstof. Die overgroeien de rest. Algengroei in kuststreken bijvoorbeeld.
Allemaal het effect, hetzelfde wat in de landbouw gebeurt, stikstof bevordert groei. En daarmee de biodiversiteit verdwijnt. Een ander effect is nog dat het ook de bodemverzuring bewerkstelligt in natuurgebieden, waardoor er belangrijke stoffen uitspoelen die de vegetatie ook nodig hebben om te groeien. Dit zijn de effecten van stikstof. Nou zou je zeggen, ja, maar we hebben toch 60% gereduceerd. Maar stel je voor, die stikstofophoping is een soort emmer die overloopt. Je kan dus wel 60% reduceren, maar die kraan staat nog steeds open. En het blijft maar ophopen. Het blijft maar ophopen. En die ophoping, dat is uiteindelijk het effect wat je nu terugziet. En wat dus steeds erger wordt. Het tweede is dat stikstof veel meer effecten heeft dan alleen die natuur. Luchtverontreiniging, natuur, maar ook grond- en oppervlaktewater, kustgebieden, klimaatverandering. En uiteindelijk komt het als lachgas in de ozonlaag terecht en breekt daar de ozonlaag af. En één molecuul wat je maakt met kunstmest of krachtvoer of met fossiele brandstoffen kan eigenlijk al die effecten in de tijd veroorzaken. We noemen dit het cascadeprobleem. Oftewel, continu kan je meerdere effecten achter elkaar krijgen. Dit zijn belangrijke effecten van stikstof die nu niet ter discussie staan, want het gaat over de natuur. Nederland is een hotspot voor stikstof. Of het nou grondwater is, rivieren, of dat het het overschot is per hectare, of het overschot in emissiedichtheid. Nederland is overal de hotspot in Europa. Hoe zit dat dan in de wereld? Ik vind het zo'n mooi plaatje, daarom laat ik hem zien. Maar dat maken wij met satellietbeelden. Dit is de ammoniakconcentratie over de hele wereld. En kijk eens naar Noord-India, kijk eens naar Oost-China. Dat zijn landbouwgebieden die enorm veel hogere problemen dan wij met stikstof hebben. Midden-Amerika. In het zuiden zie je ook grote, denk je, in Afrika, ammoniak. Dat zijn bosbranden. Dus bosbranden leveren ook ammoniak op. Nou, je ziet dat het op wereldschaal is dit een groeiend probleem. Wat weten we nu? En hoe pakken we dit nu aan? Nou, wat we hebben is een systeem dat moeten we modelleren. Het is onmogelijk om al die bronnen die je hebt, alle autootjes, alle fabrieken, alle boerderijen, om die met metingen in kaart te brengen. Dus wat je doet is je maakt een zo goed mogelijke schatting van die bronnen, de emissie. Dat is voeding voor een model, een transportmodel. Vergelijkbaar met een model wat we gebruiken voor weersvoorspellingen. Het is eigenlijk hetzelfde type model, dat verspreidt. En dat verspreidt naar lokaal, naar regionaal, naar het buitenland. En dat model, dat verifiëren we met metingen. Nou, die metingen staan erg onder druk op dit moment. Klopt dat nou allemaal wel? Het zijn niet één of twee meetpunten die we daarin gebruiken. Het zijn al die metingen voor de natte depositie, met regenwater opvangen. Het zijn ongeveer 82 natuurgebieden waar op maandelijks de concentratie van ammoniak gemeten wordt. Het zijn ongeveer 50 stations van stikstofoxide die gemeten wordt. Dus verschillende metingen worden gebruikt om dat model te toetsen. Onafhankelijk. Dus je ontwikkelt dat model onafhankelijk en heb je de metingen die onafhankelijk toetsen. En dan kan je pas uitspraken maken over wat is dan de depositie, waar komt het dan precies terecht, hoeveel is de bijdrage van de luchtvaart of van de landbouw. Dan kan je dat soort berekeningen doen. En dan moet je dus wel zeker weten dat dat modelsysteem wat je ontwikkeld hebt en die metingen die je daarvoor gebruikt, dat die ook toepasbaar zijn en je ongeveer de waarheid geven. Nou, er is veel onder druk daar op dit moment. Vanochtend in de Volkskrant, stikstofplan kabinet gaat niet ver genoeg, een rapport van de WUR. Die hebben onafhankelijk gekeken naar die bronbijdrage. Wij hebben vanuit satellietdata samen met TNO een ander model en satellietdata wat het RIVM nog niet gebruikt, hebben gebruikt om te kijken, klopt dat nou wat het RIVM zegt? En ja, dat klopt ongeveer, maar in ieder geval wat wel klopt is de grootste bron, de kleinste bron, relatieve verdeling klopt wel. Alleen de landbouw is dan misschien niet 46%, maar 42%. En dat zijn toch wel de onzekerheden die je daarin hebt hierover. Nou, vanochtend dus de stikstofdepositie. Dit is een kaart van die natuurgebieden waar het nu om gaat, de Natura 2000 gebieden, die wij voor de Raad van State uitspraak moeten gaan beschermen op kwaliteit, instandhoudingsverplichting die we opgenomen hebben. En met die modellen kan je dus berekenen, en wat is de overschrijding van die depositie, wat is de bijdrage van landbouw, wat is de bijdrage van verkeer, wat is de bijdrage van industrie. En met dat soort eenheden en modellen wil je dus de uitspraak doen.
Nou, wat hier ook uitkwam, hè, is dat de overschrijding is ongeveer een factor 1,5 tot 2. Hè, dus 2 keer zoveel. Als je wil reduceren, dan moet je de Nederlandse bronnen 30% reduceren, algemeen, om die deken naar beneden te halen voor stikstof. 50% op het moment dat je het buitenland niet meetelt. Technologische maatregelen zijn er, maar dat is niet ver genoeg. En ook gebiedsgerichte maatregelen is onvoldoende om al die doelstellingen op die gebieden te halen. Je hebt dus ook maatregelen nodig om die stikstofdeken naar beneden te brengen. Tot zover uw mini-college. Nou goed, dank. Even bij die laatste zin, de stikstofdeken, want het ging over depositie, dat zit in de bodem. En wat is dan, waarom is er dan ook nog een deken? Nou, met de deken bedoel ik... In de microfoon, ja. De depositie ten gevolge van al die bronnen in Nederland en het buitenland. Dat is eigenlijk de stikstofdepositiedeken. Oké, okay. En waar zien we die? Waar is die deken? Die is in de grond. De deken is eigenlijk overal, hè, want die vindt ook plaats op landbouwgrond, ja. Depositie plaats. Maar ja. Waar het nu om gaat is die deken die over de natuur, op de natuur terechtkomt. Ja, nou Sim, u bent net te laat binnengekomen, hè, dus dan moet ik even bijpraten over wat we gaan doen. Dus dit was het mini-college en u werd zelfs vrolijk gegroet, dus dat was... Ja, precies. En wat we nu gaan doen is, we gaan eerst checken of we het begrijpen. Hè, dus alvorens we gaan discussiëren. Dus dat is belangrijk om u te realiseren. Even kijken. Dus u zegt, de laatste slide haalt u het meest actuele erbij. Hè? U legt eerst even uit wat stikstof is. Dat is niet zo interessant, want dat is er gewoon, 80%. En dan gaat u, ja, laat deze maar even bijstaan. Ja. En dan gaat u, zegt u, eigenlijk moet je naar die stikstofverbindingen kijken. Dus als u het ook over een stikstofdeken heeft, dan is het eigenlijk een stikstofverbindingendeken, denk ik. Of is dat dan niet zo? Het is een deken van al die nationale bronnen die je hebt, die allemaal een bepaalde bijdrage op natuurgebieden hebben. En dat is de optelsom van al die bronnen. Ja. Die bijdragen aan de depositie. Dat is de deken. Dat noemen we de deken. En dat noem je deken omdat wij nu heel erg praten over gebiedsgericht beleid. Hè. Dus in een randzone van dit gebied ga je kijken wat de lokale bijdrage is. Ja. En die zet je af ten opzichte van de achtergrond, CQ-deken. Ja, ja, ja. Oké, okay, want dan kan je het verschil zien van wat je lokaal kan verwachten. Precies, wat je lokaal kan doen en daarbuiten. Ja. Goed. En nou, dan heeft u twee soorten, groot belangrijke verbindingen. Aan de ene die stikstofoxides, die vooral in het verkeer misschien, die uitgestoten worden bij fossiele brandstoffen. Ja. En dan aan de andere kant de verbinding met waterstof. En dan wordt het een ammoniak. En dat zit vooral in de landbouw. Oké, okay, dus daar zijn we nu. Dat weet dat u denkt, daar waren we al lang. Oké. Okay. En dan zegt u nu een paar keer, we hebben het niet echt over die stikstofoxides nu. Want we gaan het vandaag over natuur hebben. Maar in ieder geval bij die depositie speelt vooral die ammoniak een rol. Voor de natuur geldt, hè, zoals het nu in het beleid opgenomen is, dat het gaat om de totale neerslag. Dus de som van ammoniak en stikstofoxide. Allebei. Oké, okay, heel goed. Dus het gaat wel over allebei? Ja, okay. Zeker. Ja, omdat u maakte een opmerking één keer van, daar gaan we het minder over hebben. Maar ik denk dus allebei bij elkaar zijn belangrijk om je te realiseren. Want dat zit in dat beleid. Ja, en dan gaan we nu naar vragen. Gaan we. U had een mooi kaartje laten zien van die wereldbollen van NH3. En u heeft hier een plaatje van de kritische depositiewaarde bijdrage van de landbouw. In dit kaartje ontbreekt uiteraard verkeer. Ja. Ook op de wereldbollen ontbreekt dus verkeer, want NH3, dat is niet... Precies, heel goed. Daar zitten geen stikstofoxides bij. Klopt dat? Dat klopt. Ik denk dat het dus toch wel belangrijk is als je gaat kijken uiteindelijk naar natuurgebieden en hoe je die stikstofschade kan beperken, dat je dan ook meeneemt wat de gevolgen van verkeer zijn. Kunt u dat, is dat zo? En legt u eens uit waarom dat, of die mevrouw gelijk heeft? Sowieso, het gaat om de... Dit is de samenstel van de overschrijding van en verkeer en landbouw, dus alle stikstofbronnen. Ook buitenland zit hierbij. Dit is de overschrijding van de draagkracht van de natuur. Oké. Okay. Dus daar zitten ook de oxides bij? Hier zit iedereen bij. Ja. Mm-hmm. Je kan dit dus ook omdraaien. Je kan zeggen, dit is de bijdrage van de landbouw. Alle anderen zijn buitenland en fossiele brandstoffen. Zo had ik het ook kunnen presenteren, maar dat kaartje heb ik niet.
Oké. Heel goed. Dus ze zitten er allebei in. Maar u zegt terecht, die landbouw die draagt natuurlijk niet bij aan de oxides. Of wij minder in ieder geval, zegt mevrouw. Maar dit kaartje gaat dan in dit geval, ook al gaat dit over de hele deken. De tweede kaart zie je dan vooral wat het ammoniak doet. Zo. Ja, we proberen het. Ja, we worden slimmer. Ja, oké. Mevrouw. Ja, er zijn nu een paar maatregelen voorgesteld, zoals voorgesteld, volgens mij is er nog geen wet over aangenomen, maar voorgesteld dat de landbouw met 50% moet reduceren. En de andere maatregel die voorgesteld is dat er bijvoorbeeld in de buurt van natuurgebieden langzamer gereden wordt. Vindt u dat zinvolle maatregelen? Mag al wel, moet eigenlijk naar het einde, maar eventjes een opmaatje voor het laatste deel van deze avond, ja. Wat dit rapport zegt, is dat je eigenlijk alle sectoren moet naar beneden. Dus iedereen moet een steentje bijdragen aan de reductie van de achtergrond of de deken. En daarnaast moet je lokaal kijken wat je daarna nog zou moeten doen aan reductiemaatregelen. Dat is wat dit rapport zegt. Als je het meest effectief wil zijn voor stikstof, dan moet je de nieuwe toevoer van stikstof aanpakken. Wat ik zei met dat stroomdiagramplaatje. Dus de bronnen van fossiele brandstoffen, die verbrandingsbronnen. Nou, we hebben een klimaatakkoord. Als je CO2 reduceert met die maatregelen, doe je ook de stikstofoxide. Dus het lijkt me heel handig om dat versneld door te voeren. Win-win. En voor de landbouw. Daar moet je veel meer kijken naar de krachtvoer en de kunstmestreductie. Omdat dat de nieuwe bronnen zijn van stikstof. Heel goed. Dus het gaat over... Dank. Meneer Eresman, ik heb dit is natuurlijk een mooi kaartje, zijn er maar dan alleen de Natura 2000 gebieden. Maar waarom staan de rest van de natuurgebieden niet op? Het is toch niet alleen maar dat in Natura 2000 gebieden stikstofgevoelige natuurtypes aanwezig zijn? Ja, goeie vraag. Ja, goede vraag. Waarom hebben we de Utrechtse Heuvelrug niet als Natura 2000 gebied aangemeld? Dat weet ik niet, maar nee, dit is andere de vraag. Basis. Ja, ja. Dit is de basis voor de uitspraak van de Raad van State. Dus daarom ligt de focus op deze gebieden. Het probleem is groot. Nee, het probleem is overal. Ik bedoel, overal okay. We maken het nog gaat. Heel goed dat u dit vraagt en nog even verbijzonderen. Deze kaartjes zijn alleen de Natura 2000 gebieden. Daar hoort u zo direct wat meer over. Er is natuurlijk meer natuur en het effect op stikstof op natuur is in generieke zin waar we het vanavond ook over hebben. Maar deze kaartjes gaan over de Natura 2000 gebieden. Ja. Oké. Ja, ik had een vraag over biomassa, want er was ook gezegd dat je dan de bijstook van biomassa, dat dan ook effectief zou kunnen zijn. Maar de losse biomassa-centrales, die worden dan niet genoemd om daar iets mee te doen. Dus zou je daar misschien ook nog iets over kunnen toelichten hoe dat dan werkt? Ja. Hoe werkt het met biomassa? Biomassa is een apart onderwerp, denk ik, hierin. Ja. Kleinere installaties voor biomassa hebben geen verplichting om die stikstofoxide af te vangen. Daardoor iedere biomassa-centrale die je dus opent, levert alleen maar meer stikstofoxide op. Zodra je biomassa bij gaat stoken bij kolencentrales, daar zit al zo'n grote installatie om die stikstofoxide af te vangen. Dus daar zou je zeggen van, oké, die stikstof wordt al afgevangen, dus er komt geen extra stikstof bij. Moet je natuurlijk wel rekenen waar komt de biomassa vandaan? Hoe is die verwerkt? Wat voor andere manier heb je met de biomassa gedaan? Want dat hoort natuurlijk voor de hele levenscyclus van die biomassa. En dat moet je ook wel meenemen. Oké, maar bij de kleine biomassa-centrales is geen stikstofafvang verplicht. Nee, dat geldt voor al die stikstofoxidebronnen, kleinere industriële bronnen. Er zijn geen verplichtingen voor. Goed. U noemde in uw presentatie dat in de deken ook een aanzienlijk deel van de stikstof uit het buitenland komt. In hoeverre speelt die discussie in het buitenland ook? Ja, iets meer context. Nou, de buitenlanddiscussie speelt heel erg, omdat wij hebben in Europa beleid dat heet de NEC-plafonds, de Nationale Emission Ceiling Plafonds. Die zijn eigenlijk gebaseerd op een uitwisseling tussen de landen, waarbij de basis van die natuurgebieden en de kwaliteiten van als basis is genomen. En dus dat is het Europese beleid. En ieder land heeft dus een stikstofplafond. Nou, dat is nog vrij ruim en dat wordt met de loop van de jaren wordt dat naar beneden gebracht om te zorgen dat die natuurgebieden in heel Europa beschermd worden daarin. Voor Nederland geldt wel dat wij 3 tot 4 keer zoveel over de grens gooien
dan dat wij binnenkrijgen. Wij zijn dus een netto-exporteur van stikstof. Ja, dus de Duitsers die zijn heel blij dat we deze discussie nu hebben. Want die hebben last van onze stikstof. Zeker, maar Duitsland heeft zelf ook her en der behoorlijk wat landbouw, industrie en verkeer. Ja, precies. Rijdt iemand wel eens in Duitsland? Nee. Ja, precies. Nee, heel goed. Natuurlijk. Maar u zegt, we zijn een netto-exporteur. Maar we hebben ook een importeffect. Hè? Of dus, er is een buitenlands effect. En dat is zo 30%. Goed. Ik hoorde iemand zeggen, of ik las ooit, dat de natuur vaak niet meer in staat is om zichzelf te herstellen. Ja. En dat we stoffen moeten gaan toevoegen, bijvoorbeeld calcium, aan sommige delen van de natuur om het weer in orde te krijgen. Oh, mooie vraag. Begrijpt u dat? Ja. Kunt u dat uitleggen? Ja, dus eerst, u zei net, je zet het naar... Natuurlijk systeem wat met schimmels werkt, zet je buiten werking door de toevoeging van stikstof. Dan zegt die meneer, als we dat nu weghalen, die stikstof, gaat die natuur dan weer zelf werken? Sommige mensen zeggen, dat is niet zo. Het is zo lang natuurlijk proces uitgezet, dat ook niet meer als vanzelf weer aangaat als je die stikstof weghaalt. Mm-hmm. Kan je er dan wat aan doen? Ja, het goede nieuws is dat als je nu stopt met alle stikstofemissies, dan duurt het 30, 40, misschien 50 jaar, maar de natuur herstelt. He, dat heeft een zelfreinigend vermogen. We voorzien dat natuurlijk niet. Hè? Dus, volledige stop is dat. Volledige stop. Je kan dat versnellen. Dat zijn die herstelmaatregelen. Hè? Door het afplaggen of het wegnemen van die opgebouwde stikstof uit het systeem, dan versnel je dat. Dat versnellen heeft alleen maar zin als je dus ook die kraan dichtdraait, want anders dan hoop je die stikstof in de loop der jaren weer op. Maar als je nu alles weg zou nemen, kan het systeem herstellen. Ook die bodemverzuring, want dat is het andere probleem, daar refereerde u naar, die uitspoeling van die bepaalde mineralen stoffen. Ja, dat kan je herstellen. De natuur doet dat uiteindelijk ook, hè, want er is heel veel erosie van steen en noem maar op, maar dat gaat heel, heel, heel erg langzaam. Nog langzamer dan het herstel van de stikstofnatuur. En daar kan je dus bijvoorbeeld steenmeel voor gebruiken om dat herstellen. Je kan dat niet alsmaar blijven doen. Je kan niet blijven afplaggen, je kan niet steenmeel blijven toevoegen. Want op een gegeven moment zegt die natuur, ik ben op. Ik heb niks meer te bieden, mijn zaadbank is weg, ik kan niet meer herstellen. Goed. U heeft net iets verteld over het rekenmodel en de meetpunten. In het boek De Vliegende Geest van u op pagina 235 staat iets over het ammoniakgat. Ja. Zou u dan nog, bestaat dat nog in dezelfde mate? Is dat nog steeds actueel? Uit welk jaar was dat boek? 2000. Oh, dat is een heel oud boek, ja. Pagina 235 van uw boek. Zeker. Uit 2000. Kunt u even een update geven? Zeker. Over het ammoniakgat. Ja. En vertel eerst even wat het is. Ja, op pagina 334 staat de oplossing van het stikstofprobleem. Ligt het uit het ammoniakgat? Wat is het ammoniakgat? Fantastisch. Even kijken. Moet u eigenlijk zeggen, ik zal mijn reserveslides er nu bij halen. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Die heb ik hier niet bij me. Okay. Even kijken, het ammoniakgat. Ik vertelde net over dat systeem waarbij je emissies hebt, een model en metingen. En ik probeer even die slide erbij te halen ondertussen. Kijk, deze bedoel ik. Dus je hebt een driedeel in die modellering. Nou is die meting, die is erop gericht om met gebruik van het model om die emissies te valideren. What goes in, must come out. Ja. Dat is de balans. In 1994, met de eerste metingen van ammoniak, zagen wij al dat wij konden weliswaar iets erin doen, de verspreiding berekenen, maar het klopte maar niet met die metingen die je onafhankelijk gebruikt. Dat noemden we toen het ammoniakgat. Er verdwijnt iets, we weten alleen niet waar het naartoe gaat. Ja, of het model klopt niet. Ja, dat kan ook nog. Of de emissies kloppen niet. Ja. Nou, als je maar alle uitgangen van het model goed meet, dan kan je iets zeggen over de ingang. Ja. En zo zijn we erachter gekomen dat er bepaalde, dat er een onbalans was tussen uitgang en ingang. Er was te weinig ingang. Toen hebben we de emissies verhoogd en toen bleek het nog niet te kloppen. Toen bleek dat we bepaalde processen in dat model niet goed hadden gemodelleerd. Namelijk, dit is niet alleen de verspreiding, maar er zit ook chemie in. Hè, onderling. Gebeurt ook iets. Het is ongelooflijk. Ja. Ja, er gebeurt. Zal die stoffen. Ja, die interacteren met elkaar. Ja, we snappen. Ja. En dus, dan?
Zo zijn er verschillende processen met procesonderzoek en zo. En zo is steeds dat model scherper en scherper geworden, steeds meer verbeterd. Is er nu nog sprake van een ammoniakgat? Er is nu nog steeds sprake van een ammoniakgat. En we hebben nog steeds het vermoeden dat die emissies onderschat worden. Het model, dat klopt nu redelijk, maar die emissies worden nog steeds 20 kiloton, voor degene die dat wat zegt, onderschat, ongeveer 20%. Oké, dus er is nog steeds sprake van een niet verklaarbaar verschil tussen wat u zou verwachten dat het model zou moeten als uitkomst zou moeten hebben en wat u vindt. Daar is nog steeds, dat is wel kleiner geworden omdat het model is verbeterd. U snapt beter hoe die verbindingen, chemische processen in het model zelf werken. Maar zegt, er is nog steeds een gat wat we niet kunnen verklaren. Wat nog steeds kan betekenen dat of het model niet klopt. Zeker. Of dat de emissies onderschat worden met zo'n mogelijk 20%. Ja. Oké. Mooie vraag. Pagina 235. Ja. Ik heb vorige week het debat gevolgd in de Tweede Kamer, landbouwbegroting. En gisteren mijn broer, die zei dat ook al, dat er in Duitsland veel meer geurt, hè? Hans. Dat er meer mols zijn toegestaan in Duitsland en België. Is dat zo en hoe kan dat? Ja. En wat is een mol dan? In dit context. Ik ken wel andere mollen. Een mol is de mate, een gewichtsmaat voor de hoeveelheid neerslag die neerkomt. Precies. Het kan ook een kilogram zijn, maar wij gebruiken mollen, omdat dat makkelijker. En in Nederland mag dat hoeveel zijn? Hoeveel mollen mag dat zijn? Nou, voor die kritische depositiewaarde, dat zijn eigenlijk de mollen waar we ons op richten. Dat is iets van 500, 300 gevoelige systemen, 500, gemiddeld ongeveer 700 mol. Ja. Er is al eerder in Nederland geprobeerd, in 2008, om een grenswaarde in mol in te voeren, zoals Duitsland dat nu ook heeft. Toen was het al door de Raad van State afgeschoten. En er zijn anderen die hier meer van weten. Gaan we zo langer over hebben. Wij hier zo dicht bij elkaar zitten en die interrelatie zo groot is, dat onvoldoende bescherming biedt voor de instandhouding. Okay. In Duitsland is dat nu nog wel toegestaan. De vraag is wat daar gaat gebeuren. De vraag is, want de uitspraak van het Europees Hof geldt ook voor Duitsland. Ja, maar wacht even, want nu moeten we het even begrijpen. Dus Nederland mag van de Raad van State de kritische stikstofconcentratie niet uitdrukken in mollen. Nee, ben ik tegen? Jawel, dat mag. Zeg ik het niet goed? Ja, nee. Dan heb ik niet gedaan. Nee, leg. Is dit precies waar? Ja, daar weet Jan-Willem veel meer van dan ik. Nee, dus daar gaan we nog een keer. Probeer het echt uit te wat. Waar het om gaat is dat voor een individuele activiteit kan je een grenswaarde hanteren. Ja. Dus als het boven zoveel mol komt, dan krijg je geen vergunning. Blijf je naar beneden, krijg je wel vergunning. Ja. Dat is waar de vraag over gaat. Ja. En in Duitsland hebben ze een ruime, en België ook, hebben ze iets ruimere. Of wij hebben geen grenswaarde, laten we wel wezen. Ja. Dat is nu een voorstel om dat wel weer in te voeren. Maar in Duitsland en in België hebben ze veel ruimere grenswaarden dan dat wij hier ooit gehad hebben. Ja, en u zegt, dat hebben wij nooit gehad. De Raad van State of de Europese uitspraak maakt ook dat niet meer kan. En u zegt, dat gaat ook betekenen dat waarschijnlijk de wetgeving of de regelgeving in Duitsland en België, waar nog wel in molwaardes grenswaardes worden aangegeven, dat die ook verdwijnen. Zou kunnen. In Duitsland heb je natuurlijk dat de belasting is lager. De gebieden liggen verder uit elkaar, bronnen. Maar als daar de milieubeweging naar de rechter gaat, hebben ze dezelfde grondslag als in Nederland om dat aan te vechten. Ja, ik kom zo. Wat is dat verschil nu? In hoeveel keer minder streng is Duitsland per? Nee, wij hebben geen molgrenswaarde. We hebben geen grenswaarde. Dus. Oké, gaan we straks even, met uw permissie. Ik zie nu dat er onrust ontstaat. Dat betekent dat we nog even wat meer sprekers nodig hebben. Gaan we aan het eind van de avond op terugkomen. U weet aan het eind waar precies hoe het precies zit tussen Duitsland en Nederland en molwaardes, et cetera. Ja, oké. Ik hoorde laatst op het journaal van er zijn heel veel bouwprojecten die zijn stilgelegd door het stikstofprobleem. En dan het ene hoorde ik van de week weer, het is opgelost, dus ze kunnen er weer door. Is dat dan een kwestie van geld of is dat dan een kwestie van die mollen kwestie of kan zoiets dan? Goeie vraag. Het is een duidelijk mollen kwestie. Ja, legt u uit. Is de vraag goeie is vraag. Wie is de mol? Nou ja, ik. Gaan we later op terugkomen? Ja, dat denk ik wel. Dat is handig. Komen we later op terug. U Ja, ik heb vandaag bij het provinciehuis de boeren zien protesteren en een van de slogans was dat ze meten is weten en ze hebben hele hoge verwachtingen van het opnieuw meten van
Ja, maar als ik dit verhaal van u hoor, kan dat niet als een boemerang terugkomen dan? Ja, in mijn verwachting dat daar andere dingen uit gaan komen dan wat wij nu hier in Nederland met verschillende onderzoeksgroepen internationaal ook zien, die is vrij laag. Ja. Het is goed dat het gebeurt, hè, want ik vind je moet er ook onafhankelijk kijken, dat zeker. Maar mijn verwachting is laag dat er andere uitkomsten uitkomen. Ja, en u zei, u verwees net wel even naar de RIVM-model, waar dan alle boosheid over gaat met dat metisch weten. En u zei, met het andere meetmethodiek waar je ook satellietbeelden bij gebruikt, krijg je misschien wel iets variatie. Mm-hmm. Maar, en dus je krijgt marges, maar dat is het dan ook. Ja. Ja. Ik zal me af te vragen, als je een bron hebt, een veestal of zo, tot hoever reikt die verontreiniging, die ammoniakverontreiniging? Want ik hoorde een boer vandaag zeggen van de ammoniak is zwaar, geloof ik, en het komt niet buiten mijn velden om. Dus waar zeuren al die mensen over de natuur over? Dus dat, even de vraag van, tot hoever reikt het allemaal? Ook hetzelfde met verkeer. Lucht en water, vertel. Lucht en water. Er is een verschil in gedrag voor stikstofoxide en ammoniak in de atmosfeer. Allebei verspreiden ze, denk, beeld een rookpluim in. Er staat een chemische fabriek hier in de brand en je ziet de rookpluim verspreiden. Dat zie je boven en beneden. Geldt voor ammoniak ook. Je ziet hem alleen niet. Geldt voor stikstofoxide ook. Je ziet hem alleen niet. Als je dicht bij die rook staat, dan stik je. Als je verder weg staat, heb je minder last, omdat die verdund is. Dat is het verdunningseffect daarin. Ammoniak verspreidt dus ook door de lucht. Maar ammoniak lost goed op in water. Redelijk goed op in water. Dat gebruik je thuis ook als schoonmaakmiddel. Lost best goed op in water. Dus dat betekent dat het lost goed op in regen en het lost goed op het oppervlakte. Dat betekent dat de snelheid waarmee de natuur die ammoniak uit de lucht haalt, door die turbulentie, die is vrij hoog. Stikstofoxide, die lost eigenlijk heel slecht op in water. Dat betekent dat met die turbulentie komt het weliswaar op het oppervlak, maar de mate waarmee dat opgenomen wordt, is veel minder daarvoor ammoniak. Dus stikstofoxide verspreidt ook verder dan ammoniak. En daarom is de bronbijdrage voor landbouw en ammoniak dichter bij de bron groter dan dat je dat bijvoorbeeld bij verkeer hebt. Ja, dat snap ik. Maar nu nog even een gevoel krijgen voor deze opmerkingen. Gaat dat dan over 3 kilometer of gaat het over 300 meter? Dus is het erf van de boer? Klopt deze? Kijk, de hoogste depositie is altijd zo dicht mogelijk bij de bron. Hè? Zeker als je een lage bron hebt, want een hoge schoorsteen gaat weer heel veel verder voordat die bij de grond komt. Maar stal is meestal op maaiveld. Ja. Maar ammoniak verspreidt tot na 100 kilometer ben je pas 80% kwijt. Hè? Dus, even voor de verhoudingen. Heel goed. Voor de verhouding. Ja, dankjewel. Ik wilde nog iets vragen over de metingen. Want u gaf aan dat u eigenlijk verwacht en anderen ook dat er nu eigenlijk te weinig gemeten wordt, zeg ik het zo goed, dus dat er eigenlijk nog meer uitgestoten wordt. Kan het zijn dat, misschien zeg ik het verkeerd, mijn vraag is eigenlijk, als er meer meetpunten zijn, verwacht u dan dat die discrepantie ook opgelost is? We hebben een nieuw woord geleerd, ammoniakgat. Ja? Zou het aantal meetpunten, ik help je even, het ammoniakgat verkleinen? Daardoor krijg je wel meer zekerheid over dat verschil tussen emissies en modeluitkomsten. Precies. Zeker. Kan, en dan krijg je dus ook meer zicht op, zeker als je dat regionaal beter verspreidt, over waar dat dan zit. Het zou kunnen zijn dat het namelijk ook. Ja, je kan of de analyse of beter maken van het ammoniakgat. Waar komt het nou vandaan? Of het model kan je dan beter maken. Maar precies, dus ja. Stel, je zou de hele de landbouw emissieloos maken, hè? Dan komt alle stikstof een oplossing. Heb je daar een toepassing voor? Sorry, dan. Stel je zou de hele landbouw emissieloos maken, hè? Ja. Met vuilstofwassers, noem maar op. Heb je dan een toepassing voor die oplossing van stikstof? Dan heb je dus stikstof opgelost. Dan nog steeds dat probleem. Hè? Maar heb je daar ook een nuttige toepassing voor? Kan je iets met dat water? Hè? Want er wordt nu heel veel door de boeren, maar ook door een aantal politici gewezen op de technische oplossing, dat wassen. En dan verbind je dus, dat weten we nu, ammoniak verbindt zich makkelijk met water. Dus dat wordt dan in water opgenomen. Meneer zegt, dat doen we dan. Kan er iets mee met dat water met ammoniak, behalve heel veel huizen schoonmaken? Ja. Heel veel huizen mee schoonmaken. Je kan daar kunstmest mee vervangen natuurlijk. Hè? Dat is een mogelijkheid om te doen. Het interessante van ammoniak ten opzichte van stikstofoxide is, ammoniak heeft een bepaalde energieinhoud. Je kan ammoniak als brandstof gebruiken. Als je op de een of andere manier een verbrandingsmotor of iets kan ontwikkelen. Of een brandstofcel kan op ammoniak, precies. Bijvoorbeeld. Hè. Dus je elektrisch vervoer kan op ammoniak.
Alleen, ik vind altijd, je moet wel de hele keten kijken. Hetzelfde als met mestvergisting, daar komt methaan vandaan. En methaan kan je dan op rijden. Maar waar komt nou uiteindelijk die methaan vandaan? Wat is nu de bron daarvan? Net zoals die ammoniak, waar is nu de bron daarvan? En als dat uiteindelijk de krachtvoer is die je ergens vandaan haalt, dan moet je afvragen of dat nou zo efficiënt is om via dat hele inefficiënte systeem tot een brandstof in een brandstofcel te maken. Ja, laatste vraag voor deze groep. Wat gebeurt er met het afgeplachte stikstofhoudende organisch materiaal? Want je kan het eigenlijk nergens meer kwijt. En zorgt dat afplaggen niet juist voor het probleem doordat het biodiversiteitsverlies in de hand helpt? Goeie vraag. Volgens mij wordt een deel van de afgeplagde bovenlaag die weggehaald wordt, wordt verbrand. Een deel wordt gestort en een deel wordt hergebruikt in de landbouw. Dat is wat ik begrepen heb. Precies. Even kijken, wat was de tweede vraag ook weer? En helpt dat het biodiversiteitsverlies Dat afplaggen, dat zei ik, dat kan je maar één, hooguit twee keer doen. Want anders dan verlies je gewoon je zaadbank, dan verlies je echt de biodiversiteit. Dus dan herstelt het niet meer. Ja, dus dat is die rijkere grond weghalen, ja, dat is afplaggen. Ja. En dat dus kan je maar één of twee keer kijk doen. Kijk echt uit met herstelmaatregelen. Okay. Dat doe je alleen maar als je ook die depositie naar beneden brengt. Goed. Voor nu even, dank u wel, Jan-Willem Erisman. We gaan maar even op de eerste rij. Dan ga ik namelijk nu meer naar de. We hebben nu een eerste cursus stikstof gekregen. Eigenlijk een college. Mooi, dank. Het was eigenlijk best wel goed. Oh, dank. Dank, ja. Dat is echt. Voor zo'n korte tijd. Ik dacht, het is best wel moeilijk lijkt me om een 4 uur durend college echt zo dense te moeten geven. Maar voor nu is heel fijn. Dan gaan we namelijk nu naar de andere kant van deze discussie. En dat is natuurlijk die Natura 2000 gebieden. En heel graag vraag ik John Jansen, vegetatie-ecoloog bij de Universiteit Wageningen, om naar voren te komen. U mag zitten of staan wat u wilt. Over die Natura 2000 gebieden. Er werd net al even een vraag over gesteld, want het kaartje liet Natura 2000 gebieden zien. En niet alle natuur. Wat is het verschil tussen natuur en Natura 2000 gebieden? Dan misschien moet je het kaartje van Jan-Willem even pakken. Die vond ik op zich wel aardig, omdat daar ook de depositie bij stond. Oké, dus even terug naar de presentatie. De Natura 2000 gebieden werden daar een vraag over gesteld. Speelt dat niet in andere gebieden? Juridisch denk ik niet, maar daar hebben we hier een andere expert voor. Natura 2000 gebieden zijn Europees beschermd vanuit de Europese natuurwetgeving. En die hebben daardoor een strengere mate van bescherming, zou je kunnen zeggen, dan de rest van de natuur. Wat het natuurnetwerk Nederland is. Ja. En wat daar eigenlijk een beetje omheen en tussendoor ligt. Ja, precies. Even antwoord op de vraag van die meneer heel specifiek. Is eigenlijk een juridisch verschil tussen natuur en Natura 2000. Ja, maar het effect speelt uiteraard ook in andere natuur. Precies. Ja. Oké, nou was u belangrijk. Hè? Want hoe zijn die Natura 2000 gebieden tot stand gekomen? Ten opzichte, dus er is natuur, het Natuurnetwerk Nederland. En er zijn Natura 2000 gebieden die zijn extra beschermd volgens Europese regelgeving. Hoe zijn die gekozen? Daar waren een aantal. Het gaat om twee wetgevingen vanuit Europa. De vogelrichtlijn, die is al 40 jaar oud. En de habitatrichtlijn uit 1992 en 1994 ingegaan. Dus best wel oud, hè? Het heeft tot ongeveer 2003 geduurd. En dan heb ik het even over de habitatrichtlijn. Voordat Nederland gebieden had aangewezen voor die richtlijn. Dat was op basis van een lijstjes van natuurtypen. Dat worden habitattypen genoemd. En een aantal soorten, dat zijn planten- en diersoorten. Dus vanuit Europa is gezegd, deze natuurtypen moet je beschermen en deze planten en deze dieren moet je beschermen. En deels moet je dat doen door beschermde gebieden aan te wijzen waarin je die soorten gaat beschermen. Nou, er zijn daar heel veel rondes aan vooraf gegaan. Er werd een voorstel gedaan door Nederland, was niet genoeg om wat voor reden dan ook. Nieuw voorstel. En de manier waarop dat door Europa beoordeeld is, dat werd door een aantal experts, en vaak externe experts, werd dat gedaan, kwam erop neer dat je minstens 20% van de voorkomens van een natuurtype of een soort moest beschermen. En maximaal zo rond de 80. Maar dat verschilt een beetje van hoeveel een soort voorkomt.
Als je nou soorten hebt die ontzettend zeldzaam zijn, en er zijn maar 5 plekjes in heel Europa, dan moet je alle 5 beschermen, die 5 plekken. Als je nou natuurtypen hebt, en dan noem ik bijvoorbeeld rivieroevers, hè, die heel veel voorkomen, dan mag je rond die 20% gaan zitten. Dus dan mag dat wat minder zijn. Nou, dat is een heel proces en 2003 heeft Nederland voldoende gedaan, voldoende gebieden aangewezen. Behalve op de Noordzee, de marinegebieden zijn pas later aangewezen en er speelt nog van alles, omdat dat onderdeel gewoon nog niet erbij zit. Maar de lijsten van natuurtypen en soorten zijn door Europa vastgesteld. Precies. Belang van die Natura-gebieden. Want nu zeggen soms hoor je in kranten, lees je wel eens discussies over, nou ja, wij zijn in Nederland gek geworden, we hebben allemaal postzegeltjes aangewezen. Dat is de reden waarom we met dit probleem zitten. Hoe zit dat? Uiteraard zijn dit de beste natuurgebieden, of belangrijkste natuurgebieden die we hebben. Dit zijn gewoon de belangrijkste natuurgebieden maar die we hebben. Maar er zit wel een verschil in. Ik vergelijk het altijd met de voetbalcompetitie. Hè? De Veluwe is dan Ajax. Bijvoorbeeld, hè. En de Waddenzee is ook Ajax of misschien PSV. Nee. Maar we hebben ook. Oh ja, dat is altijd heel gevaarlijk. Kleinere gebieden die meer onderin die competitie zitten en misschien wel dreigen te degraderen. Dus er zijn wel gebieden die belangrijker zijn dan andere. Maar gezamenlijk is het absoluut de topnatuur van ons land. Oké. En zijn ze ook. Kan je bij Europa nu zeggen, nou, we hebben het meest last. Kijk, daar hebben we heel veel varkens in Noord-Brabant. We willen daar vanaf. Hoe kom je er vanaf dat dat geen natuurgebied meer is? Kan dat? Dat kan alleen om ecologische reden kun je daar vanaf. Precies. En nou is natuur best wel. Er zijn allerlei natuurwaarden, en dan bedoel ik planten en dieren. Hè, daar zit best wel wat dynamiek in. Dus er zijn soorten die zich verplaatsen. Hè, dus het kan zijn dat op het moment dat je zo'n lijstje aanwijst, dat je dat een gebied bij de beste van Nederland hoort, hè, en daar hebben we naar gekeken, wat zijn de beste gebieden van Nederland. Kan best dat bijvoorbeeld een populatie van een bepaalde soort daar verdwijnt en dat dat gebied niet meer daartoe doet. Maar dat is een beetje net als bij het voetbal, hè. Als een gebied degradeert, staan er altijd wat andere clubs te dringen om te promoveren. Dus als je er wat van af gaat halen, loop je het risico dat er ook van alles bij moet. Maar ik kan me voorstellen dat je het een keer evalueert, van hebben we nog steeds de beste gebieden en bieden we hiermee de beste bescherming aan de natuur in Nederland. Aanvulling, want dat gaat meer over die andere natuur allemaal. Uiteindelijk zijn die gebieden maar een middel om natuurherstel te realiseren. Dus die andere natuur doet er wel toe. Op het moment dat wij naar Brussel gaan rapporteren hoe het met onze natuur gaat, kijken we naar heel Nederland. En die gebieden zijn een middel om dingen voor elkaar te krijgen. Er is meer geld voor deze gebieden, er is betere bescherming deze gebieden. Het zijn de topgebieden, maar alles doet er feitelijk toe. Ja. Heel goed. En dat komt dus omdat daar soorten of habitatten zijn die binnen de Europese context uniek te noemen zijn. Of in ieder geval beschermingswaardig. Ja, en die zijn. Zitten ook op de Utrechtse heuvelrug. Precies. Deel. Ja. En hebben wij nou exceptioneel veel natuur aangewezen ten opzichte van andere Europese landen? Dat je zegt, wij hebben eigenlijk meer dit probleem dan andere landen, omdat we allerlei gebieden natuur hebben genoemd, terwijl andere landen zijn daar veel relaxter over geweest. Wie denkt dat dat zo is? Nou, er is één. Of komt u wel eens iets van buiten? Fietst u wel eens in Noord-Holland? Nee, dit was een vraag. Dus de vraag was, hoe doen we het ten opzichte van de Europese. Hoe doen we het ten opzichte van andere landen? Nee, maar Ik zie overal natuur, ook hier in de stad. Ja. Maar dat is misschien een beetje uitzonderlijk, dus het is niet heel representatief. Ik heb net nog een vos gezien in het park waar ik mijn hond uit wil leiden. Ik zag een plantje wat ik niet kende. Ja, precies. Zijn wij het beste jongetje van de klas? Absoluut niet. Precies. We zitten onderin. 13% ik weet alleen de getallen voor het land. Voor zee is een beetje ingewikkeld, want heel veel landen hebben geen zee. Hè. Ja. Voor land hebben wij 13% van ons land aangewezen onder Natura 2000. We staan op de 19e plek. Gemiddeld is het 18%. Er zijn landen die minder doen, 8%. Daar zit Denemarken bij, daar zit Engeland bij, die straks eruit is. Dus dan gaan we nog wat zakken. En de landen met de meeste natuur, moet je denken aan, ik meen Slovenië, zitten boven de 30% van hun land is aangewezen als Natura 2000 gebied. Precies. En maakt dat nog uit? Ik kom zo bij u. Maakt dat uit? Dus maakt ja, ze uit hebben natuurlijk heel andere natuur, hè? Dus ja, dat is wel belangrijk.
Ik denk ook dat de stikstofproblematiek in Slovenië niet speelde, eerlijk gezegd. Er spelen wel hele andere dingen die ook heel belangrijk zijn. Sommige landen hadden natuurlijk veel meer natuur om uit te kiezen. Hè? En dan denk ik met name aan de landen die het laatst erbij zijn gekomen. Kroatië, Bulgarije, Roemenië. Heel veel wat daar landbouwgrond is, is in onze ogen hoogwaardige natuur. Hè? Het zijn hele soortenrijke landbouwgebieden. Heel extensieve landbouw. Spelen heel andere problemen dan bij ons. Bij ons is natuurlijk überhaupt al relatief weinig natuur over. Wat wij hebben aangewezen is wel heel belangrijk. Ja. Om allerlei redenen. Ja, precies. Ook in Europees opzicht dus. Ja. Precies. En dat is dus belangrijk. Het is dus vanuit de ecologische waarde zijn deze gebieden aangewezen. Precies. Dat is belangrijk om te realiseren. Ik zag één vraag. We gaan even kijken. Ja, ik ben verre van een projectontwikkelaar, maar zijn er Natura 2000 gebieden die helemaal nergens last van hebben? Dan gaan we naar de relatie met stikstof. Ja, er zijn stikstofgevoelige gebieden en niet stikstofgevoelige gebieden. Welke zijn dus, dat? Ik heb het idee dat hier de stikstofgevoelige misschien niet eens opstaan. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, staat alles hierop? Ga ik even kijken. Maar er zijn ook gebieden die, nou ja, die met groen hebben natuurlijk de minste last. Dat is bijna allemaal water. Hè? De IJsselmeer, de Zeeuwse wateren, de Noordzee kustzone, Waddenzee. Ja, wat je ziet is dat de meest gevoelige gebieden, werden al een beetje genoemd door Jan-Willem, zijn de gebieden op voedselarme grond. Ja, precies. Dat zijn met name de zandstreken, zo de hogere delen van Nederland. Utrechtseuvelrug. Ja. Dus dit hele stukje, ja, Utrechtseuvelrug staat er niet bij. Maar de zandgronden liggen hier, dus de laag Nederland, de nattere gebieden zijn over het algemeen wat voedselrijker. Ook daar zitten soms stikstofgevoelige soorten of habitats. En ook de duinen op zand zijn toch wat voedselarmer, zijn wel weer stikstofgevoelig. Maar het probleem speelt meer in Oost- en Zuid-Nederland dan in West-Nederland. Wat vindt u dat een te vaag antwoord? Nee, maar ik zou het niet hebben verwacht. Oh, u verwacht. Wacht even, check. Ja, wat? Ja, ik ben een leek hoor, maar ik. Ja, maar ik zou juist verwachten dat het in het westen van het land, waar de grootste bronnen zitten, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Industrieel gesproken in ieder geval misschien, dat daar ook de grootste depositie is. Nee, er wordt eigenlijk dus geredeneerd vanuit die habitattype, of het leefgebied van soorten wordt gekeken, hoe gevoelig is dat. De meest gevoelige typen zijn vooral die een beetje op de grens zitten van zuur en basis. Hè. Dan moeten we weer een scheikundecollege hebben hiervoor nodig. Voorbeeldjes zijn heischalige gaslanden, die komen alleen maar voor bij zo'n pH in het midden, dat is ongeveer 6. Als je verzuring krijgt, ben je die vrij snel kwijt. En ook de hele voedselarme systemen, vennen zijn heel stikstofgevoelig, hoogvenen zijn heel stikstofgevoelig. Alles op het zand, heide, bossen op zand, stuifzanden, allemaal heel erg stikstofgevoelig. Dus dat zit hem allemaal een beetje aan de droge kant en toch ook wel een beetje aan die basis, zeg maar die neutrale niet zuur, kant. Neutraal, niet zuur, net niet net zuur. Niet zuur eigenlijk. Ja. Oh, wat leuk, pH-waarde 6. Dat kunt u ook al. Met dat die papiertjes die dan rood of blauw worden. Ja, we weten het nog allemaal. Precies, is dat een antwoord op uw vraag? Dus een droge, zanderig en net niet zure grond. Mooi. Ja, meneer. Ja, is er ook verschil in het effect van stikstofoxide of ammoniak op de natuur? Dat de een schadelijk is dan de ander? Even die twee verschillende soorten stikstofverbindingen. Ja, die speel ik graag door aan mijn voorganger. Ja, maar kom maar. Meneer Eris, het is in ieder geval zo dat het dus minder ver gaat, hè, die ammoniak. Dus dat dicht bij het natuurgebied relatief veel invloed heeft en verderop iets meer. Ja, want we hebben nu dus het stikstofcollege gehad. En nu hebben we geleerd wat Natura 2000 gebieden zijn. Ik kan straks nog wel vertellen wat het doet. Misschien ja, natuur, dat willen we graag. En ook wat je daartegen kunt doen. Want dat was ik niet helemaal met jou eens. Oh, heel goed. Even deze vraag, een verschil. Even nog deze vraag van die meneer. Namelijk het verschil tussen aan de ene kant stikstofoxides en aan de andere kant ammoniak. Wat het doet? Ja, er is een verschil tussen die twee. Uiteindelijk nu in het beleid hebben ze samengenomen. Mag je ze optellen, gaat het over de totale stikstofinput. Hè. Op lange termijn maakt het niet veel uit of je de stikstofoxide of ammoniak hebt, omdat ze uitwisselbaar worden in de natuur en in cyclus en dan maakt het niet uit. Op korte termijn wel. Op korte termijn is ammoniak schadelijker dan stikstofoxide. Waarom?
omdat het sneller opgenomen wordt door de planten en directe bijdrage levert aan verzuring van de bodem. Begrijpen, toch? En een directe bijdrage aan de verzuring. Aan de andere kant, hè, stikstofoxide hebben in de lucht weer veel meer bijdrage aan smog en luchtverontreiniging, broeikasgas, ozonproblematiek en stratosferisch ozon. Ja, meer effecten op anders dan het. Precies. Ja. Kas in de cascade. Ja. Precies. Meneer Jansen, we kennen natuurlijk de kritische depositiewaarde. Dus de natuurtypen, als er een teveel aan depositie is, het ene natuurtype is natuurlijk stikstofgevoelig als de andere. Dat heet dan KD-waardes. Maar is er nou ook een rapport waarin een overzicht wordt gegeven van als er te lang depositie, te hoge depositie, een te ernstige overschrijding van die depositie is. Door kennelijk, het gebeurt het treedt tot tientallen jaren op. Dus je zou toch verwachten, er zijn een aantal natuurtypen die liggen al op apengapen door de overschot aan stikstof. Ja, dus even nog een keer. Dus, want we hebben net al even met die mollen discussie hadden we net even. En de kritische depositiewaarde. En u vraagt terecht de vraag, weten we nou wat er gebeurt als je dat heel lang te veel, en u had een hele mooie metafoor van die emmer met die kraan die open blijft. We voegen steeds meer toe. Weten we dan wanneer iets niet meer herstelbaar is? De reden dat de natuur nog niet op apengapen ligt, is dat er ontzettend hard gewerkt wordt om het in de been te houden. Door allerlei beheerders met name. En hoe doen ze dat? En dat doen ze door... er zijn allerlei manieren om aan die knoppen te draaien. En daarom, dat was een van die punten waar ik dacht, het verdient wel wat aanvulling. Een manier om stikstof in de heide bijvoorbeeld af te voeren is om te plaggen. Hè. Je haalt de plag op, daarmee ben je ook het zaad kwijt. Dus die plantjes die moeten dan van verderop weer komen. Maar je bent ook allerlei bufferende stoffen kwijt. Ja. Dus we het systeem wordt ook gewisseld. Gevoeliger. Ja. Dus dat, en om die reden met name kun je dat niet altijd maar blijven doen. Ja. Want je raakt je bodem is er niet voor niks. Dat is meer dan alleen maar die zaden die daar zitten. Ja. Dus een ander punt is dat die stikstof die zich in de bodem ophoopt als je niks doet. Jij gaf aan, er is een zelfreinigend vermogen van de natuur. Ik denk dat dat niet altijd zo is. Er zijn systemen die vanuit regen is ook al zuur. Gewoon vanuit de regen verder zullen verzuren. Dus we hebben het de hele tijd over vermesting, hè, te veel voedsel in de natuur. En verzuring, te veel zuur in de bodem. En systemen die dus hun bazenrijkdom kwijt zijn, die herstellen niet vanzelf. Je kunt dan kalk gaan toevoegen, hè, werd dat hier genoemd. Kalsje. Steenmeel werd is nu, kalk is al, wordt niet meer gedaan. Steenmeel wordt nu gedaan. Het is allemaal heel experimenteel. We hebben geen idee wat we aan het doen zijn. En wat dat betekent voor het bodemleven. Het wordt wel gedaan, precies, hoor. U zei twee steenmeel keer is gemalen rots, zou je kunnen zeggen. Met bepaalde bazen erin. Precies. Maar met name met mineralen erin. Dus. Precies, bepaalde mineralen rijker. Die de fauna nodig heeft. Als je afplacht, raak je ook je mineralen kwijt. Er zijn allerlei verhalen over op de heide dat de fauna, en dan hebben we het vooral over vogels en zo, dat ze te weinig mineralen krijgen, de voedselkwaliteit is niet meer goed. Precies. Er zijn dus vogeltjes die door hun poten zakken hierdoor. Ja, letterlijk. Ja. Nee, letterlijk. Goed, dus u zegt, even kijken, dat was de opmerking waar u het niet mee eens was. Dus nou, het ik denk niet, er zijn systemen die wel herstellen, maar dat kun je niet zo voor alles zeggen. Er zijn ook systemen die niet zullen herstellen. Ja, en dat is dus met name ook omdat die verzuring ook nog een effect is dat ook doorgaat. Via de regen. Ja, je moet het per natuurtype bekijken. Okay. Ja, u begon er net over, maar wat zijn dan nog meer maatregelen die nu worden genomen om erger te... Ja, een hele interessante is bij het Woldse Veen, hè, is nu op gedoe voor die boeren gingen er allemaal naartoe. Gaat hartstikke goed met Woldse Veen de laatste 10 jaar, ondanks de stikstof. Wat ze daar gedaan hebben, is ze hebben gezorgd dat de waterhuishouding beter op orde is. Het is een veengebied en venen groeien naarmate die waterstanden stabieler zijn. Dus dat was verdroogd, dat gebied. En verdroging is iets... Dat waterstand omhoog brengen. Ook vanwege de landbouw. Hè. De landbouw wil graag droge gebieden hebben. Het was verdroogd, maar het heeft verder niet zo heel veel met stikstof te maken. Behalve dat verdroging wel weer bijdraagt aan allerlei processen die... de bodem wat voedselrijker maken. Maar ze hebben het vernat, dammetjes eromheen. En dat werkt daar goed op dit moment. Ik vind het interessant, want ik ben net in de Highlands geweest, in Schotland. En daar las ik over dat die bodem ook zuur en voedselarm is. En daar groeit dus echt alleen maar mos en heide, et cetera. Dus daar is weinig biodiversiteit. Dus hoe werkt dat dan met vernatting? Want de bodem is wel heel erg nat.
Daar groeien heel veel soorten mossen en heel veel soorten heide. Er is een hele grote... Precies. Ik denk dat de meeste natuurexperts het niet met u eens zullen zijn dat u zegt... Allemaal hei, allemaal mossen. Maar ik kan me voorstellen dat je daar zo tegenaan kijkt. Zo divers is dit niet. En het is natuurlijk zo dat van nature bepaalde gebieden soortenrijker zijn dan andere. Ja. En hier zul je zelf niet de meeste plantjes herkennen waarschijnlijk. Het heeft ook vaak historische oorzaken. Alles wat onder de ijstijden kapot is gemaakt, heeft in het algemeen minder soorten dan alles wat bewaard is gebleven tijdens de ijstijden. Dat is al van heel lang geleden. Alles wat op kalkrijke, bazenrijke bodem groeit, heeft over het algemeen meer plantjes dan alles wat op zure bodem groeit. In de mossen is dat misschien wat anders. Ja. Mooi, dus maar het kan zomaar zijn dat het een beschermd natuurgebied is vanwege de soortenrijkdom op heide of mos. Deze ja, voor dat type kan het heel precies. Soortrijk zijn. Ja, precies. Ja. Ik hoor altijd dat Wageningen zo goed is dat ze de hele wereld komt kijken van wat er allemaal groeit en bloeit allemaal in Nederland. Hoe kan dat dan dat er zo'n verhaal dan weggeslopen blijft? En dat snap ik niet helemaal. Welk verhaal bedoelt u? Nou, dat er gewoon ook zoveel nadelen aan verbonden zitten die schadelijk kunnen zijn. Aan de ene kant wordt gezegd, het is beter en beter, kan het niet. En een ander moment... Deze meneer zegt gewoon, we hebben Nederland is exportland nummer 2 van de wereld. We doen overigens heel veel in en door het doorvoer, weten we allemaal wel. Maar we zijn het voorbeeldland op landbouw, intensivering van landbouw, slimme technieken gebruiken. Met als kennisinstituut de Wageningen Universiteit die dat soort dingen... En hebben we dan echt die slimme koppen niet doorgehad dat we een stikstofprobleem aan het creëren waren? Daar is best wel wat discussie binnen de Wageningen Universiteit, moet ik zeggen. Kan hier niet te veel over zeggen. Het is wel zo dat komt een beetje voort uit de Tweede Wereldoorlog en de honger daarna. En daarna ging het er alleen maar om nooit meer honger. Hè? Dat, Nee, zo goed. Dat was dus, het kwam voort uit Nooit meer honger. En meneer Mansholt is daar heel beroemd in geweest. Hè? Die heeft de hele intensivering en ruilverkaveling doorgevoerd. Op het eind van zijn leven had hij daar ernstige spijt van. Maar de weg naar Wageningen toe heet nog steeds de Mansholtlaan. Dat klopt. Oké, ik wou het voor nu hier bij Lauwe. Ik ga nog twee namelijk sprekers toevoegen aan om het nog complexer te maken. En jullie mogen nu naar de eerste rij, want dat is heel warm hier vooral. Dat is het vooral. Geef ze even een groot applaus voor nu. Dank. Want dan nodig ik nu heel graag uit de voorzitter van de milieuvereniging Mobilization for the Environment. Die de pas succesvol heeft aangevochten. Geef een heel groot applaus voor Johan Vollebroek. Ja, meneer Vollebroek. Wat vindt u van de avond tot nu toe? Nou, is heel gezellig. Vind ik het wel. Maar ik wil wel even zeggen, die meneer die net wegliep... dat is een van onze twee topadvocaten die dit voor elkaar heeft gekregen. Ja. Meneer Wuster was dat, ja. Ik herkende hem al, maar hij moet nu iets doen. Hij moet aan een zaak werken. Hij heeft morgen een zaak, 100 zaken in Groningen. Ja. Allemaal landbouwzaken, dat moet hij bij de rechtbank verdedigen. En het begint om 9:30, dus hij moet vanavond daar. Nou, wat fijn dat hij er was. Meneer Vollebroek, wat is de milieugroep Mobilization for the Environment? Even voor de introductie. Dit is van Valentijn, denk ik. Oh, is Valentijn zijn telefoon kwijt? Vergeten? Gaat iemand hem even bellen dan nu? Want dat is wel heel sneu. Ja, is hij moeilijk te bellen, hè? Oh ja. Heeft hij een laptop, een e-mail? Kan iemand een e-mail sturen naar zijn laptop? Ja. Heeft iemand het... ga jij dat nu doen? Ik ben net meer devices in mijn hoofd. Sorry, jij. Een e-mail is misschien handig. Ja, tenzij die twee telefoons heeft. Ja, ik weet het niet. Oké, goed. Daar gaan we. Wat is die milieugroep Mobilization for the Environment? Ja, MOP is 23 jaar geleden al opgericht. Precies. En we hebben ons in het verleden suf geprocedeerd. Dichterbij, zo beter? Zo is beter. We hebben ons al vanaf het begin suf geprocedeerd tegen Shell, Esso, BP, KPE en zo... om de emissies van met name stikstofoxide en zwaveloxide terug te krijgen. Dat is behoorlijk gelukt. Dus die emissies zijn zo ongeveer gehalveerd. We hebben ook geprocedeerd tegen Tata Steel bijvoorbeeld. Daar hebben we ook een aantal procedures tegen. Het is een heleboel grote industrieën hebben al in het verleden dus geprocedeerd. Een jaar of 12 geleden
lag dat behoorlijk op stoom. Dus de industrie die ging flink vooruit qua stikstofoxide-emissie. Dat gold voor de kolencentrales. Alle oude kolencentrales hebben ook aangepakt. Die moesten dus allemaal denox, zoals wij dat noemen. Dus een stikstofverwijdering inbouwen op hun schoorstenen. Maar toen zagen we dat het met de intensieve veehouderij dat het volledig uit de hand liep wat betreft de ammoniak. Dus toen kwam ik ook in contact met Valentijn Wuster en met Tom van Hoof. En die waren daar toen ook al mee bezig. En hebben afgesproken om de krachten te bundelen en samen te proberen dus wat aan te doen aan die enorme ammoniakemissie van de intensieve veehouderij. Ja. En wie is allemaal, wat voor soorten types zijn er dan lid van die milieugroep? Is het een groep vrijwilligers? Hoe werkt het? Ja, dat is een heel obscuur club is het. Een heel klein clubje is het. Ja. Daar wil ik eigenlijk niet te veel over vertellen. Oh, dat is helemaal goed. Ja. Dat mag hoor. Maar goed, we hebben geprocedeerd tot 2015 en toen werd het pas ingesteld. En dat had ook een duidelijke reden. Want voor 2015 wonnen we onwijs veel procedures tegen intensieve veehouderijen. Op laatst was het zo dat eigenlijk kon haast geen vergunning meer worden verleend. En toen is een grote truc bedacht en dat was die programmatische aanpak stikstof. Want die was dus eigenlijk bedoeld om insprekers dus buitenspel te zetten. En dus was een stuk, wat wij noemen een stuk fake wetgeving. Een wetgeving die dus niet compatibel is met de Europese wetgeving, ook niet met de wet natuurbeheer. Dus die is toen bewust dus in stelling gebracht, met name om insprekers zoals wij, om die dus opzij te zetten. Precies. Te counteren. Ja, en toen dacht hij, nou dan gaan we maar... Gaan we dat maar eens eventjes laten toetsen of dat wel mag. Nou, we hebben in eerste instantie een zienswijze ingediend van 21 pagina's op het conceptpas, want het werd gepubliceerd, hè, dus daar kon je op inspreken. En volgens ons is dat gewoon een prullenbakje ingegaan, want we hebben niet eens een ontvangstbevestiging gekregen. We hadden toch aangetekend opgestuurd, dus het moet ontvangen zijn daar. Maar het was wel grappig dat we toch in de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 een heel aantal van die punten terugvonden, die dus toen in de inspraaknotitie van ons stonden. Dus ja... En toen dus die pas dus toch werd vastgesteld, hebben we gezegd, daar staat ook nog een interview van op de boerderij, nou we gaan dat pas gaan we juridisch aanvallen, want het is niet compatibel met de habitatrichtlijn. En wat is nou eigenlijk het probleem, want u noemt het fake wetgeving, wat is er nou eigenlijk het probleem met de pas? Nou het probleem van de... Ja, daar gaan we precies, heel goed, dankjewel. Pas staat voor programma aanpak stikstof. Dat wordt nu te pas en te onpas pas genoemd, maar het is gewoon... Het is hij noemt het nu fake wetgeving, hè, in 2015 ingevoerd. En het bestaat dus voor programma aanpak stikstof. Ja, die is bedacht in de tijd door de heren Bleker en nog een grapmaker uit... hoe heet die? Nou goed, mijn naam even kwijt. In ieder geval Bleker was een van de aanstichters van het verhaal. En ja, dus... Het is toen ook door de Kamer gekomen. Ik geloof dat alleen Partij van de Dieren tegen heeft gestemd. En de rest van de Kamer heeft ook voorgestemd voor dit verhaal. Ondanks toch dat de Raad van State toch zijn bedenkingen had. Het was niet zo dat er negatieve adviezen lag. Maar de Raad van State had toch wel ernstige bedenkingen. Ook de Merkcommissie had ook ernstige bedenkingen. Milieueffectrapportagecommissie. Ja, dat is een hele belangrijke commissie in Nederland. Die onafhankelijk advies geeft. Maar het is allemaal door Sharon Dijksma aan de kant geschoven. En die heeft gezegd, we jassen dat pas door. We gaan het zo doen. Regelgeving. Ja. Wetgeving. Ja, wij noemen het een vergunningenmachine, want dan konden in 20-30% van de boeren, die had tot 2015 zelfs helemaal geen geldige natuurvergunning. Dat is wel heel grappig. En dat werd in één klap gelegaliseerd. En dat werd met opzet op dat moment gedaan, omdat daarvoor zaten wij natuurlijk op het vinkertouw om al die illegale situaties aan te pakken. Maar dat werd toen in het kader van die programma aanpak stikstof in één klap gelegaliseerd. Nee, dus als een boer een vergunning aanvroeg voor 2015 om uit te breiden, dan zou hij hem niet gekregen hebben? Zou hij die niet gekregen hebben, want dan maakte u bijvoorbeeld bezwaar. En dan werd dat ook goedgekeurd, dat bezwaar, of toegekend dat bezwaar. Omdat u zei, deze uitbreiding heeft een te groot negatief effect op de natuur. Op de uitstoot even. Maar toen was het 2015. En toen, wat hoefde je dan? Dan ging je een vergunning aanvragen als boer. En dan moest je alleen maar aantonen, wat moest je dan doen? Dat is heel ingewikkeld aan elkaar, maar er werd ontwikkelruimte werd daarin toegewezen. Dat is een heel belangrijk beginsel. Dus dat betekent dat er een heleboel stikstofdepositieruimte mocht worden uitgegeven. En dan anticiperend op de veronderstelling dat in de toekomst de stikstofdepositie op de natuurgebieden wel beter zou worden. Dus dat. En
En dat waren een aantal heel zwakke vooronderstellingen die daarin zaten. Nee, maar dat is het oordeel. Ik wil nu nog even, dit zijn de feitelijke vragen. Dus hoe werkt het? Dat dus is een feit. Dat is het nee, ja, nee. Zwakke vooronderstellingen. Ja, nee, dus even nog hoe het werkt. Hè, want ik probeer u antwoord te geven. Wat is de PAS? Wat is dat programma aanpak? Een vergunningenmachine die bedoeld was, waarvan officieel gezegd werd dat dan gaan we en de economie en de natuur gaan we promoten. Dus als je kon aangeven bij je vergunning dat je in de toekomst maatregelen zou nemen om de stikstof te verminderen. Nee, dat hoefde niet per vergunning. Dat zou precies in het programma zitten. Precies. Een boer of een bedrijf kon dus zo een vergunning aanvragen en er was ontwikkelruimte, dan kreeg hij daar vergunning precies voor. Als er ontwikkelruimte is, mocht je gewoon een vergunning krijgen. En daarom noemt u het een vergunningenmachine. Ja, en wij zeggen dus het was 99% economie en 1% natuur. In plaats van een balans 50-50. Ja. En dat is een feit. Nou bent u. Nu bent u, is altijd moeilijk. Nu, ik probeer het zo feitelijk mogelijk te houden. En niet alleen Ole. Nu bent u in een hele korte tijd een bekende Nederlander geworden. Hè? Hoe gelukkig was u met die Raad van State uitspraak? Gelukkig? Nou, we werden al blij van de uitspraak van de Europese Hof. Eigenlijk al van het advies van de Europese Hof in midden 2018. Maar dat zag er al fantastisch uit. Ja. Dus u wist al dat het eraan zat te komen. Ja, nou ja, goed, er wordt niet altijd advies van de AG gevolgd. Maar toen we dus de uitspraak kregen, toen ging bij ons wel de vlag uit. Ja, van gelukkig, dit gaat de goede kant op. Goed. En hoe nu die vraag over wat er vrijdag is gebeurd. Hè? Dus vrijdag is er, die meneer vroeg er al even naar. Dat er vrijdag opeens weer wel vergunningen, dat de provincie zei van, nou kunnen we weer wel vergunningen. Wat is er vrijdag nou besloten? Nou, er is een brief uitgegaan dat er weer vergunningen zou mogen worden gegeven voor projecten die 0,00 depositie veroorzaken op natuurgebieden. Ja. Ja, nou goed, daar zouden we sowieso nooit een probleem mee hebben natuurlijk. Nee. dus geef die maar uit. Ja, dus geef die maar uit. Maar er zou ook intern gesaldeerd mogen worden. Precies. Dat werd dus ook toegezegd. Ja. Maar dan wel met een bepaalde mate van afromen. Dus bepaalde rechten moeten worden ingeleverd, ja. Precies. Maar wat betreft dat ons inziens kun je dat intern salderen wel doen, maar dan wordt het misschien een beetje te juridisch. Maar dan moet je daarnaast ook nog flankerend beleid hebben dat binnen een aantal jaren die stikstofdepositie zo ver teruggaat dat je de natuur weer voldoende herstelt. Precies, en dat is die lopende kraan. Dus wij keken hier al heel erg kritisch naar, naar dit stuk natuurlijk. En we zitten dan ook een vinkertouw om dat te gaan toetsen. Dat weten ze bij LNV natuurlijk ook, dat wij dat straks gaan toetsen. Dus vandaar dat men heel erg voorzichtig is met LNV nu met het uitgeven van nieuwe richtlijnen. Gaan we nu even een paar dingen ter verduidelijking of vragen? Ja. Ja, het pas is helemaal niet nieuw. Dat is in feite een vervolg op het NSL, Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtverontreiniging. En ook daar zat een ontwikkelingsruimte. Dat noemden ze namelijk toen niet in betekenende mate. En dan kon je dus gewoon alle ruimte krijgen om weer allemaal te gaan bouwen. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, waarom heeft de Raad van State dat, want die is al veel langer, nooit voorgelegd aan het Europese Hof? Nou, de Raad van State legt destijds iets voor, toch? Ja, dat is het besluit van de Raad van State of ze iets voor wil leggen aan het Europese Hof. Dat hebben ze niet gedaan. Ja, dan moet je aan de Raad van State vragen. Nee, maar het punt is ook dat het een groot verschil is. Kijk, de Europese luchtkwaliteitsnormen, die zijn erg ruim. Die zijn veel ruimer dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar de Europese normen zitten we nou ruim binnen. Dus daar speelt dat probleem dan ook niet. Dan kun je ook, zo'n soort van drempelwaarde kun je daar. Er zijn nu allemaal mensen die het niet meer begrijpen. Dus we moeten even. Nee, we gaan deze discussie niet. We gaan het even bij het PAS houden. En niet bij ook nog het nationale samenwerken. NSL, we stonden naar voren. Dat een Nationaal Samenwerkingsverband Luchtverontreiniging. Nou, wat die meneer zegt, is toch wel belangrijk hoor. Want ja, hij zegt eigenlijk altijd hele belangrijke dingen. Nee, maar dat is nog niet aan de orde geweest. Maar de effecten van ammoniak en stikstofoxide gaan veel verder dan alleen de beschadiging van de natuur. Hè. Voilà, dat zijn die cascaderingen. Het gaat op effecten en het heeft heel veel effecten. Het heeft toch gevolg voor jouw gezondheid? Ja, nee, dat is helder. Van de lucht die je inademt. Want de schade als gevolg van luchtverontreiniging in Nederland wordt geschat op iets van 30 miljard euro per jaar. De totale schade. Niet meer procederen, want er had geen enkele zin meer. Ja, okay. Dus, vanwege dezelfde ontwikkelruimte. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja. Omdat het feit dat alles onder dat viel. En dat viel niet tegen de NSL. Kon je niet procederen. Ja. En alles werd onder het NSL geschoven. Ja. Zo ging dat. Ja. Maar gelukkig is dit geen NSL. Nee. Ja. Nee. Nou, als je nu kijkt naar een concreet gebied wat ik zelf goed in de gaten probeer te houden van Strabrechtse Heide.
Aaprechtse Heide, dat is dan een natuurgebied, ligt aan de A67. Dus die heeft, aan de ene kant heeft hij natuurlijk, zitten allemaal boeren, gewone boeren. En aan de andere kant de snelweg, de A67 en de A2. Vroeg me af, kijk, er zijn dus door deze paswetgeving, wat u ook zegt, meer vergunningen afgegeven. Maar er zijn daardoor ook als gevolg situaties gelegaliseerd van hobbyboeren, laat ik het zo zeggen, die paardenboerderijen zijn begonnen, die daar nooit waren. Die extra uitstoot als gevolg hebben en die dus niet van toegevoegde waarde zijn voor de voedselvoorziening. En ik vroeg me af in hoeverre kijkt u daarnaar? In hoeverre heeft u, zeg maar, maakt u een onderscheid tussen verkeer, hobbyboeren en voedselvoorziening? Ja, doet het er toe wie er uitstoot en waarom? Nou, we kijken niet naar ammoniakemissies van manages en dat soort dingen. Dat zijn gewoon hele kleine dingen. Waar we ons met name op richten, dat zijn de megastallen. Ja, maar hij zegt, we kijken eigenlijk niet naar die kleine manesjes, die hobbyboeren. Omdat het relatief kleine bronnen zijn. Ja, dus dat gaat eigenlijk over het effect. Ja, en die paarden lopen veel in de wei, dus U gaf aan dat tot 2015 werd er veel geprocedeerd en was het lastig om vergunningen af te geven. Vanaf 2015 in de pas ging dat makkelijker. Is er ook bekend hoeveel dan die stikstof uitstoot in die periode 2015 tot nu is toegenomen? Is dat ook echt significant toegenomen? Nou, je zag zo straks het plaatje. Het paseffect, is dat er? Het paseffect, ja. Je zag zo straks het plaatje van Jan-Willem Eerdersman. Tot 2005, tot 2008 is de ammoniakemissie, kijk ik dan vooral even naar, uit de landbouw, die is gedaald. Maar vanaf 2010, 2015 tot nu is die zelfs weer licht toegenomen. Okay. Terwijl die flink had moeten dalen. En dat zou je het paseffect kunnen noemen, in ieder geval vanaf 2015? Ja, vanaf 2015, ja. Ja, twee vragen. Ik had straks een vraag gesteld en het werd me alleen maar onduidelijker. Wat maakt het uit? Nou ja, toen kwam het woord drempelwaarde erbij. Die zouden wij wel of niet hebben. Ik heb begrepen dat Duitsland meer depositie toestaat dan Nederland. Ja. Laat ik het zo. En een andere vraag, intern en extern salderen, wat daar het verschil tussen is. Oké, hele goede technische vragen. Nee, daar moeten we het nu wel even over gaan hebben. Hè? Want, ja, nou, die kritische depositiewaarde die is in Nederland niet verschillend voor het bepaald habitattype van dat van Duitsland. Wie bepaalt dat, wat de kritische depositiewaarde is? Dat is bepaald door een internationaal team van experts. Oké, dus een expertteam, ja. Gekoppeld aan de Natura 2000. Universitair allemaal uitgezocht. Precies, en maar zo. Even gekoppeld aan de Natura 2000 gebieden heeft gezegd, dit habitat heeft deze maximale kritische depositiewaarde. Ja. Nee, dat is hetzelfde per land. Oké, dat is hetzelfde per habitat. Oké, dat is belangrijk. Nee, dus dat hangt van de habitatsoort af. Dat is het antwoord, ja. Oké, dat is één. Dan twee, die opmerking die uw broer over zijn buitenhof maakte, dat ze in Duitsland veel minder streng zijn. Wat is daarvan waar? In Duitsland hanteert men een drempelwaarde, dus een vrij hoge drempelwaarde. En wat is een drempelwaarde? Dat is een drempelwaarde, dan zeg je van nou, ik wil ergens een fabriek bouwen. Ja. En die geeft zoveel mol depositie stikstof per hectare per jaar over natuurgebied. Ja. En in Duitsland ligt dat rond de 7,14 mol per hectare per jaar. En ja, en als je daaronder blijft? Dan is het goed, dan mag dan je is dat het doen. Goed. Dat is goed. Dus dat is een ondergrens? Ja. Oké. Maar dat is op dit moment 0,00. Ja. Maar dat Nederland komt. Heeft natuurlijk geen ondergrens meer. Nee, maar dat komt omdat we een heel aantal jaren veel te veel stikstof hebben geëmitteerd. En een groot deel van die natuurgebieden er zwaar overbelast is. Dus ja, die emmer die loopt al over. Ja, dus dan kun je niet meer met zo'n drempelwaarde werken. Ja, en dan nog een vraag. Zijn die natuurgebieden in Nederland er nou erger aan toe dan de natuurgebieden in Duitsland? Ik denk een groot gedeelte wel, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dat is het antwoord. Ja. Dan, snapt u? Ja. Ja, nee, even voor de check. Nu dat intern en het extern salderen. Ik ga u zo uitnodigen. Intern en extern salderen nog even. Ja, nou als een boer een aantal stallen heeft en hij wil toch meer dieren hebben, dan kan die een plan indienen dat hij zegt van nou op die oude stallen ga ik ammoniakwassen zetten. En dan kan ik een paar nieuwe stallen bijbouwen en dan gaat de totale ammoniakemissie niet omhoog van dat bedrijf. Dat is intern salderen, dus binnen het bedrijf. Ja. Je kunt ook extern salderen, dan koop je rechten van een andere boer. Die stopt ermee en dan ga jij meer boeren. En waar die discussie nou over gaat, met name waar die boeren zo protesteren, is dat dat namelijk open is. Dat in principe de industrie ook de emissieruimte voor ammoniak zou kunnen kopen van boeren.
Projectontwikkelaars, bouwers. Nou, dat geldt voor Vliegveld Lelystad. Want er zijn boeren die ons melden. Van er zijn de opkopers geweest bij ons aan de deur. Die willen we ammoniak kopen van ons voor het Vliegveld Lelystad. En de boeren zeggen, zullen we dat binnen de landbouw houden? Ja, precies. Oké. Dus dat is dat. Oké, dan is nog de vraag, wat hebben we nou nu nog niet door? Waarvan, u bent ons geweten ook een beetje, nationaal nu, ons stikstof geweten. Maar wat vindt u nou wat er niet wordt begrepen als u bijvoorbeeld zo'n artikel vanmorgen in de krant leest? Hè, of in hoe erop gereageerd wordt. Wat begrijpt Nederland nou nog steeds niet over dit vraagstuk? Nou, ik denk dat er weinig begrip is van het integrale probleem van het hele gebeuren. Kijk, we zitten met een klimaatprobleem, we zitten met een volksgezondheidsprobleem en we zitten met een natuurprobleem. En dat natuurprobleem en gezondheidsprobleem gekoppeld zijn, dat is natuurlijk niet zo vreemd. Want de lucht die wij inademen en de lucht... Wij zijn natuur, heet het namelijk. En die stoffen die we deponeren... Ik bedoel, de ammoniakdeken is ook hier, hè? Ja, natuurlijk. Dus daar hebben we hier ook last van. De synthese tussen gezondheid en natuur is dat wij natuur zijn. Maar dat het heel verstandig zou zijn om dat integraal aan te pakken. Kijk nou wat je voor de klimaat, wat voor de CO2-emissiereductie moet doen. Koppel dat nou aan wat je voor natuurbescherming moet doen. En koppel dat nou aan wat je voor... de verbetering van de luchtkwaliteit. Nou, daar wil ik straks nog even naar kijken. Ga er nou alle drie naar kijken. Kijk, want er zit een interactie tussen. Op 20 december is er natuurlijk nog een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad in dit geval. Namelijk op de Urgenda-zaak. Ja. Waarbij de kans aanwezig is dat de staat binnen 13 maanden. Nog even een paar procent CO2-reductie moet gaan realiseren. Die we niet gaan halen, vooral als je biomassa eraf trekt. Waar zitten die discussie vroeg ik even niet. Maar waar zitten win-win? Waar zitten win-win? Combinatiemaatregelen die en het stikstofprobleem oplossen en CO2-reductie. Waar de win-win zit, alle kolencentrales sluiten en alle biomassa-centrales sluiten. Oké. Ik ga nu namelijk met uw permissie de laatste gast aan tafel vragen. Voor het laatste half uur van deze avond. En haar naam is Anna Collignon, advocaat Environmental Law bij het fantastische advocatenkantoor hier in aan de Zuidas. Stibbe. Nee, blijf even zitten. Stibbe, u mag ook blijven zitten. Ja, want dan wordt wel discussie, denk ik. Maar eerst ga ik u interviewen. Geef er een groot applaus. Mevrouw Collignon. Want u bent milieuadvocaat. Heel leuk. Wat doet u? Heeft u zaken die spelen rond stikstof? Even voor de context. Zeker. Mm-hmm. En qua milieuadvocaat, want voordat mensen denken dat ik dan, zoals net werd genoemd, Valentijn Weuze aan de kant van Johan strijd, wij staan vaak tegenover elkaar. Omdat ik dan de industrie vertegenwoordig, bijvoorbeeld. De tegenpartij. Nee, die kennen wij, de wat oudere mensen kennen dat die partij nog. Van de zondagavond, ja precies. Wat vindt u nu van die uitspraak van de Raad van State? Uw professionele oordeel, hè, als milieuadvocaat. Ja, professionele oordeel. Ik pak ook even wat water, want ik heb tijd in het publiek gezeten. Zoals ja, het is ook. Best heet en iedereen wil nu water. Ja, precies. Ja. Voorrecht om hier te zitten. Nee, kijk, professionele oordeel is natuurlijk dat we te maken hebben met de uitspraak van de Raad van State. En daarbinnen moeten kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Ja. En wat Johan net aangaf, is dat het... hij kwam ook niet helemaal onverwacht. Nee, want er was al half 2018 was er een uitspraak van het Europese Hof. Zeker, Hof van Justitie, daar waren prejudiciële vragen gesteld. Hof van Justitie is daar eerst is er een conclusie gekomen van Kokkot. Ja. Daarna is er een uitspraak gekomen van het Hof van Justitie. Maar het Hof van Justitie geeft dan alleen algemene regels en interpretaties van de Europese regelgeving. En dan moeten nationale rechten dat toepassen. En dat heeft de Raad van State gedaan. Ja, en als ik nou aan u vraag, hoe komen we hier nou uit? Dan zegt u... ik kijk als jurist gewoon naar naar deze regelgeving, naar wat er kan en niet kan. Welke knoppen kunnen we nou als samenleving gaan draaien om dit vraagstuk fundamenteel op te lossen? Ja, er zijn heel veel knoppen. Dat is ook een hele grote politieke bestuurlijke keuze die moet worden gemaakt. Maar ik wil wel op een aantal punten nog even terugkomen die al naar voren zijn gekomen. Sorry, ja. Reflectie op de avond, jazeker. Nou ja, ook omdat dat... volgens mij belangrijk is voor uiteindelijk de oplossingen. Ja. Als we het hebben over het PAS, de programmatische aanpak stikstof, die is dus in 2015 ingevoerd. Daarvoor werden ook vergunningen verleend
waar ook stikstof aan de orde was. En we hebben dan nu over natuurvergunningen. En zoals al werd aangegeven, waren daar vaak problemen mee. Dus zetten de rechter naar een streep door. Maar dat kon gelden voor heel veel verschillende soorten vergunningen. Ook voor verschillende impact op de natuur. Ja, dat ging niet alleen over stikstof. Nou, stikstof is een belangrijke parameter daarbij. Maar het gaat dus niet alleen maar om de hele grote intensieve veehouderij die er nieuw bij komt. Maar ook om kleinschalige projecten die je misschien ook wel om andere redenen wel zou willen hebben. Ja. Dus daar konden heel veel verschillende factoren meespelen. En het idee van de programmatische aanpak stikstof was ook omdat er ook werd onderkend dat er natuurherstel nodig was. Omdat Nederland is ook die verplichting aangegaan in het kader van de habitatrichtlijn, die is al een paar keer genoemd, de Europese richtlijn, om te zorgen dat de natuur goed wordt onderhouden, zeg ik maar even, en te zorgen dat daar ook verbeteringen plaatsvinden, om daar maatregelen voor te treffen. Dus aan de ene kant was er de verplichting om te zorgen voor de natuur, ja. En aan de andere kant was er de wens, economische wens, om ontwikkelingen door te laten gaan. Ja. En daarbij is pas gezegd, we stoppen aan de ene kant alle positieve maatregelen voor de natuur erin, daardoor heb je een daling van die depositie, en dan mag dat deels, dus niet weer helemaal, maar deels opgevuld worden door dus ontwikkeling. En wat waren dat dan voor maatregelen? Wat die aan de positieve kant lagen? Ja, daar waren heel veel verschillende maatregelen. En zoals? Even voor ons verhouding, want we hebben uw oordeel al erover gehoord. Het was namelijk 1% versus 99%, 1% natuurlijk 99% economie. Ja. Dus even voor ons beeld. Hè. Dus aan de ene kant werden de voorstellen gedaan om die natuur weer veerkrachtiger te maken. Hè, en daar ook beleid op te voeren. En de positieve effecten die daarmee gerealiseerd werden, die werd ontwikkelruimte genoemd. Deels, niet alles, maar deels. Ontwikkelruimte genoemd. En zolang die ontwikkelruimte er was, mochten de vergunningen weer worden afgegeven. Ja, als je paste binnen die ontwikkelruimte, werd dan werd er ook onderscheid gemaakt tussen prioritaire projecten. Dus projecten die de overheid het liefst zag en die voorrang kregen bij de uitgifte. En dan de overige projecten, ja, voor zover er nog ontwikkelruimte was. Precies. En wat erbij was, want het is al een paar keer vandaag genoemd, met het PAS werd ook een drempelwaarde geïntroduceerd. Dus ja. Duitsland wordt een aantal keer aangehaald. Die heeft een hele hoge drempelwaarde. In Nederland werd aan uitgegaan in beginsel, want als de staat van de natuur slechter was, dan werd die naar beneden bijgesteld. Ja. Maar de standaard drempelwaarde was 0,05. Hoef je helemaal niks te doen. Mol per hectare per jaar. En 1 mol per hectare per jaar had je een meldplicht. Ja. En als de staat van de instandhouding van de natuurgebieden niet goed was, dan werd die 1 mol bijgesteld naar beneden, naar die 0,05. Ja. Dus dat was het systeem. Dus daarmee was een drempelwaarde geïntroduceerd. Was het idee, er worden positieve maatregelen getroffen voor de natuur en tegelijkertijd creëren we ontwikkelingsruimte. Okay. En voor zover ik mij nog kan volgen. Ja. En dan is een belangrijk punt wat ik hier naar voren wil brengen, dat het Hof van Justitie en dus ook de Raad van State uitdrukkelijk heeft gezegd dat zo'n programmatische aanpak toelaatbaar is. Dus het is niet zo dat er een streep is gezet door het principe van een programmatische aanpak. Waar is wel een streep doorheen gezet dan? Nou, het gaat in heel veel detail, maar leuk even maar nu te vragen en niet aan uw buurman. Hè? Nee, maar heel concreet eigenlijk, als ik het probeer samen te vatten, is het idee van die programmatische aanpak, dat is goed. Je kan misschien zeggen dat Nederland zich te rijk heeft gerekend. Dus er zijn alle mogelijke voordelige maatregelen zijn erin gestopt. En daar is dan de helft van uitgeven onze ontwikkelingsruimte. Maar die effecten waren helemaal niet zo Het is tweeledig. Ene is dat misschien dat er effecten mee zijn genomen die nog niet waren gerealiseerd. Dus of je wil niet eigenlijk konden worden gerealiseerd, precies. Ja, je wil op voorhand weten, precies, dat er positieve effecten er ook daadwerkelijk komen. Dus daar moet een bepaalde waarborg zijn. Ja. Dat is de ene kant. En daar was te rijk gerekend, want er waren bijvoorbeeld wijzigingen en wetgevingen meegenomen die volgens de PAS al 1 januari 2017 of zo zouden worden ingevoerd. En feitelijk gebeurde dat pas 1,5 jaar later. Dus daar heb je dan een probleem. Precies. Dat is aan de ene kant. De andere kant was dat wat de Hof van Justitie en daarna Raad van State ook heel scherp heeft gezegd. Bij die maatregelen, dus de positieve maatregelen voor de natuur, moet je onderscheid maken tussen 3 verschillende soorten maatregelen. Raad van State heeft prachtige visuals gemaakt. Ja. Maar dan kunnen instandhoudingsmaatregelen, passende maatregelen en beschermingsmaatregelen. Ja. En alleen die, even los van wat het allemaal is, alleen die beschermingsmaatregelen mag je inzetten voor ontwikkelingsruimte. Ja. Terwijl in PAS al dat soort maatregelen bij elkaar was genomen. Op één hoop. Maar daar zat dus een probleem, een van de problemen van PAS, dat
Wat ik net zei, Nederland had de verplichting aangaan bij de habitatrichtlijn om sowieso te zorgen voor de natuur. Dus je hebt sowieso de verplichting te zorgen voor de natuur. Ja, dus die eerste twee mag je niet meerekenen, want dat had je sowieso al moeten doen. Ja. En als je dan wil boekhouden met toekomstige effecten die positief zijn, dan moeten die ook bovenop wat je sowieso al beloofd had, namelijk dat je voor die natuur zou zorgen. Zeker, met een aantal nuances. Maar dat is even... Ja. Ja, ja ik voel dat u het ook begrijpt en daar ben ik dan blij om. Ja. Ja, dat woord boekhouden was erg goed, want dat is wel een kernbegrip, geloof ik. Maar mijn vraag is ook nog, in hoeverre in Nederland is het operationele deel van de PAS was neergelegd bij de provincies? Ja. En zit daar niet een heel groot deel van het probleem? Waarom? De provincie Overijssel heeft dat... Waarom? Ik ben daar een keer op excursie geweest. Nee. Waarom is het een probleem? Niet het verhaal, maar waarom is het een probleem Overijssel? Omdat de ene provincie alle ruimte al in één keer weggegeven heeft, ja. Limburg, en de andere provincie heel keurig dat wel probeert te doen. Ja, klopt dat? Klopt, maar Overijssel is ook een CDA-provincie. Nee. Kijk, het is heel risicovol. Ja, heel goed. We hadden het over Limburg, dus dat is ook weer... Limburg ook, hetzelfde. Ook. Overal CDA. Zou je wat anders vertellen? Is misgegaan. Nog iets veel engers. De meeste provincies zijn CDA-provincies. Maar even... Een programma op krediet noemden wij het. Nee, maar dat begrijp ik heel erg goed. Op dat krediet, hè, dat is dat boekhouderverhaal, wel of niet. In ieder geval heeft de Raad van State gezegd, u zegt dat is belangrijk om te realiseren. Zo'n programmatische aanpak zou wel mogen, maar dan moet je het op de juiste manier formuleren en uitvoeren. Meneer vraagt nog een complicerende vraag. Die zegt, in die uitvoering hadden ze gekozen voordat elke provincie zelf zijn eigen beleid mocht maken. En daardoor was eigenlijk een programmatische aanpak, namelijk nationaal gecoördineerd, niet meer mogelijk. Wat vindt u daarvan? Dat is eigenlijk de hele slimme. Er zaten ook wel generieke maatregelen in over heel Nederland. Een voorbeeld daarvan is dus dat, en dat vonden we in 2015 al behoorlijk lachwekkend, dus dat de boeren aan hun vee zouden gaan voederen met voer wat minder stikstof bevat. Ja. En daardoor gaat dus de stikstofemissie zo omlaag gaan. Maar er is natuurlijk geen enkele boer zo gek om stikstofarm voedsel te geven. Want dan gaat dat varken minder snel groeien en de koe geeft minder melk. Er is helemaal niks van terechtgekomen. Sterker nog, dat stikstofgehalte van het voer is zelfs in die jaren toegenomen. Nee, maar even. En het zou een argument kunnen zijn, namelijk om wel op deels op provinciaal niveau uit te voeren. Om even met u. Ik blijf even bij het punt. En dat is dat deel van het werk is gebiedsgericht. En dus heb je eigenlijk diepe gebiedskennis nodig. Om de juiste maatregelen te nemen, hebben wij net geleerd van deze heren. In het eerste half van deze avond. Dus dan zou je juist wel weer naar de provincie gaan, denk ik. Zeker. En het principe in Nederland is ook dat je het zo decentraal mogelijk elke keer laat uitvoeren. Dus dat je niet vergunningen door het Rijk laat uitgeven als de provincies dat kunnen doen. Dat heet het subsidiariteitsbeginsel. Ja, oké. Ik had tot een paar weken geleden nog nooit van u gehoord. En ik kwam u tegen op televisie. En u noemde net eigenlijk alle argumenten. En ik vond u een held. Ik zou bijna zeggen, klappen voor deze man. Ah. Ja, oh, je had ook nog een vraag. Oké, sorry. En de reden waarom, want niemand wordt zomaar een held bij mij. Maar ik dacht, de reden waarom waar we het nu over hebben, is dat, ik denk gevoelsmatig hier ook in de zaal, we hebben natuurlijk de klimaatdoelstellingen, we hebben de agendazaak wat net even genomen wordt, we hebben natuurlijk de gasproblematiek in Groningen, we hebben het biodiversiteitsverhaal. Ik zag oneindig economische groei ten koste van alles iedereen. En ik zag de klimaat en de doelstellingen anderzijds. Ik hoorde u praten. Ik denk, eindelijk komt er een schop in de grond met impact. Als we het over impact hebben. Impactmakers. Dat we concreet aan de slag gingen met deze doelstellingen. En hadden we dit niet al lang moeten zien kunnen aankomen. En hadden we dit kunnen voorkomen. Voor ons was het niet te voorkomen. We hebben die procedures hebben we echt zo snel mogelijk ingezet. Alleen die procedures met prejudiciële vragen en zo. En Europese duurt alleen heel lang. Dat duurt gewoon jaren, helaas. Kijk. Ja, daar hebben we ook mee moeten leven. Vraag, hoe kijken jullie op dit moment politiek tegen de zaak aan? Gewoon als mensen, zeg maar, die iets van weten. Van, je hebt nu grote milieudemonstraties. Zometeen worden die boeren weer extra kwaad als ze centen mislopen. Zo iemand als Baudet, is dat een goede voedingsbodem om ook weer een ander probleem te krijgen? Dat je een maatschappelijke onrust hebt straks. Wou ik gewoon even als uw opmerking, want u maakt zich daar zorgen over. Nee, dat weet ik, maar dat wou ik even gewoon bij u laten. Want u heeft die opmerking en die is gewoon heel goed dat u die maakt, ja.
Nou, ik vroeg mij meer af in het kader van de gedelegeerde uitvoering naar de provincies en het gebiedsgericht werken. Wat de uitspraken van de provinciale, de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland nu betekenen. Even, mevrouw heeft, is echt super actueel, hè? Dat is nu net vandaag. Ja. Gebeurt en het weekend. Ja. Er zijn nu al 4 provincies die hebben gezegd, ja. we gaan dit niet doen. Ja. 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 Wat is dat, het nieuwe stikstofbeleid uitvoeren? Wat is dat? Nou, dat gaat dus betekenen dat de bouw voorlopig nog niet weer van start kan gaan. Dus daar zit dat toch een heleboel klem. En ik beschouw dit ook als een stukje toch bestuurlijke onkunde en dat bevestigt alleen al ons idee van de afgelopen jaren dat het openbaar bestuur behoorlijk aan een betonrot leidt op dit moment. Misschien het is echt onmogelijk op de hele heel goed. Ja. Zo grappig. We gaan vandaag een descriptieve avond hebben. Ja. Dus een avond daar moet beschrijven. Ja. Dat is ook een feit. Het is ook een feit. Misschien kunnen we dan ook naar de oplossing. Ja, graag. U wilde heel belangrijk even zeggen. Het is belangrijk om te realiseren dat de rechter niet heeft verboden dat je een programmatische aanpak maakt. Maar die moet je dan goed inrichten. Zeker, dat is één. Daar waren we. En de rechter heeft ook nog iets anders gezegd. Precies. Want ik noemde net ook al de drempelwaarde. Het Hof van Justitie en dus ook de Raad van State heeft ook gezegd dat er juridisch niks mis is met een drempelwaarde. Precies. Waaronder je, als je daaronder blijft, mag je gewoon die vergunning geven. Hè, dat is gewoon oké. Ja, dat bedoelt dat is een drempelwaarde. Dus ja. Duitsland werd een aantal keer aangehaald. 5% van de kritische depositiewaarde. Precies. Met nog een aantal extra vrijstellingen. Dus dat kan behoorlijk oplopen. Ja. Richting de 20 mol, als ik het goed heb begrepen. En in Nederland hadden we een algemene vrijstelling, maar dus maar die 1 mol. En die is nu van tafel. Ja, een vraag ter verduidelijking nog. Want ik wil richting de knoppen van mevrouw. Ja. Als je het laat afhangen van drempelwaarde, werk je dan niet juist heel veel versnipperingen in de hand? Als je grote bouwprojecten rond OV-knooppunten gaat dwarsliggen, dan zul je zien dat er 20 jaar later overal kleine woonwerkjes komen met alle mobiliteitsgevolgen van dien. Is daar wel eens over nagedacht? Dit is ook weer een opmerking die ik even gewoon laat zien. Dit is een soort consequentie van het beleid. Namelijk dat als je de hele tijd met die drempelwaardes krijgt, dan kan je dus geen grootschalige bouwprojecten meer doen. Dus dan krijgen we een totaal versnipperd kleine projectjesland. Dat is eigenlijk wat meneer zegt. Dat zou kunnen als alleen maar de weg van de minste weerstand wordt gekozen. Want dan zou je zeggen, we gaan alleen maar projecten uitvoeren onder de drempelwaarde. Precies. Maar het enkele feit dat er een drempelwaarde is, betekent niet dat er ook grotere projecten kunnen worden uitgevoerd. Goed. En nu gaan we we gaan nu even nog naar die knoppen. Hoe komen we, wat zijn nou oplossingsrichtingen om hier uit te komen? Ja, allereerst heb je natuurlijk gewoon, ik gaf net aan, het is ook een politiek bestuurlijk onderwerp. Dus adviescollege Remkes heeft al advies gegeven, een eerste advies. Daar komt nog een volgend advies over, zelfs nog eerst een tussenadvies over het bewijden en bemesten. Daarna komt er een vervolgadvies over hoe de politiek hier verder mee om moet gaan. Ja. Maar dat is iets voor de lange termijn. Ik heb een slide met ook een infographic van het ministerie. Volgens mij zelfs afgelopen zaterdag gepubliceerd. Er wordt hard aan gewerkt. Hier staat heel veel op. En misschien ook wat drempelwaardes, onduidelijkheden. Maar dit is hoe vanuit het ministerie wordt aangegeven hoe je, als je dus een activiteit hebt die effecten kan hebben op Natura 2000 gebieden, want we hebben het alleen over de Natura 2000 gebieden, want die zijn strikt beschermd. De oude beschermde natuurmonumenten niet meer. Ook een van de vragen volgens mij die speelde. Hoe je dan toch je activiteit of je project kan realiseren. En het allereerste, die is heel belangrijk, maar dat is een hele lastige, is er uiteindelijk gewoon nul effect. Werd al aangegeven, dat geeft geen probleem. Daar zijn we voor. Geef al die vergunningen maar af. Ja, huppakee. Het lastige hierbij is wel, er staat ook de Arius calculator. Daarmee kan inzichtelijk worden gemaakt. Er zijn ook andere modellen, maar dit was voorheen het verplichte model, nu niet meer. Kan je inzichtelijk maken dat je effect 0,00 is. Dat is de afronding waar nu voor is gekozen. Dat kan voor bepaalde projecten al een probleem zijn, want een hele kleine toename gaat al heel snel. Ecologen kunnen betere vergelijking trekken, maar volgens mij als je met je hond 1 keer per maand in Natura 2000 gebied loopt, dan zit je al op de 1 mol per hectare per jaar. Nee, maar het gaat gewoon om lage bijdrages.
Maar goed, als je dus op 0,00 uitkomt... Reageer maar meteen. Nu, ik hoef dat, kan het gewoon in de microfoon. Niet dat het flauwkul is, dat hoef ik niet te weten. Maar wat is het ongeveer 0,05? Nou, het is niet veel, maar het probleem is dat je heel veel stikstofbronnen hebt. En al die stikstofbronnen bij elkaar... Dat vormt dan ook honderden molen bij elkaar, ja. als je duizenden bronnen hebt. En we hebben tienduizenden bronnen in Nederland, ja. Als je alle auto's zelfs en vliegtuigen meegerekend. Ja. Dus, maar als je aan de knopjes daar kijkt, van dit verhaal, hè, van, ik herken dit verhaal natuurlijk wel, maar dit gaat het probleem niet oplossen. Waarom niet? Omdat we naar een halvering van de stikstofemissie zullen moeten. En daarvoor moeten we het over hebben. We moeten het niet hebben over nieuwe procedures en niet over nieuwe modellen. We moeten het over de halvering van de Goed, reactie. Stikstof. En dat is oké, niet iedereen. We willen het begrijpen, hè, eerst. Nou ja, in het kader van voorlichting en uitleg. Het eerste is natuurlijk de politiek bestuurlijke keuzes die moeten worden gemaakt. Nee, maar daarvoor wij zijn de politiek, hè, dat zal ik u even uitleggen. Wij zijn zeg maar volkssoeverein. We hebben de soevereiniteit ligt bij het volk, dat zijn wij. Ja. En wij moeten onze volksvertegenwoordigers informeren wat zij moeten vinden. Dat is waarom deze volksuniversiteit er is. Deze burgers in deze zaal verhouden zich nu tot deze maatschappelijke kwestie om hun volksvertegenwoordigers vervolgens te inspireren wat te moeten doen. Maar dan heb ik daar wel een vraag aan het publiek. Want ja. Effect op dit moment is dat dus ook bijvoorbeeld woningbouw Precies. in een gebied waar echt behoefte Precies. is aan woningen. Kleinschalig project waar mogelijk zelfs gasloos wordt gebouwd. Zeker. 5 woningen, dat kan nu niet doorgaan omdat het niet een 0,00 bijdrage Maar daarom heeft. Is dus een best wel technische stikstofcollegeavond zit vol met deze mensen. Maar ik vraag me dus af of, als ik dat zo vrij mag zijn... Ja, met plezier. Niet dat dit zal ongetwijfeld geen representatieve vertegenwoordiging zijn, maar wie in de zaal zegt pech, alle kleine projecten, ook al is dat maar 0,01 mol per hectare per jaar, ook al heeft dat een goed doel, bijvoorbeeld woningbouw, we vinden inderdaad dat het nu voorlopig stil moet liggen totdat de grote keuzes zijn gemaakt. Nou, dan ziet u, het valt best mee, hè? Ja, ik had eigenlijk meer handen verwacht. Ja, dat had ik al wel. Ja, dat is altijd, het sprekers eigenlijk, het publiek altijd heel slecht inschatten. En dat komt gewoon omdat je een soort van, ook toetst aan dingen. Maar dat, leuk, hè? Dus ja, nee, maar dan denk ik wel dat we dus even los van de vraag over de halvering van de veestapel of andere maatregelen die worden voorgesteld, ook, andere dingen moeten hebben. Ook moeten hebben over hoe gaan we dan vlot trekken met de kleine projecten. Nee, maar ik heb het bij Remke ook zo gezegd. Kijk, minister Carola van Nieuwenhuizen vindt het belangrijker om van haar kantoor naar huis te rijden met 130 km per uur, dan dat de kleine woningbouwprojecten weer vrijkomen. Dat is eigenlijk het verhaal. Als je over heel Nederland integraal de maximum snelheid zou verlagen naar 100 km per uur, dan win je ook al een heleboel. Ja, en wat heel belangrijk daarbij... En dan kun je eigenlijk al een heleboel vlot trekken. Dus wij vinden ook, ik wil ook benadrukken dat wij nooit geprocedeerd hebben tegen wat voor woningbouw kleine, dan ook. We hebben altijd geprocedeerd tegen megastallen en al dat. Dus alle nu gaan we even door. Dus heel goed, u zegt, en desondanks, omdat we dat ook, wij willen ook helemaal niet dat blokkeren. Desondanks vinden wij nu dat, als je gewoon naar de rapporten leest, ook vanochtend weer in de Volkskrant, kom je gewoon richting maatregelen. Omdat het zo, die kraan, metafoor van die kraan is voor mij heel beeldend. Mm-hmm. Hij blijft aanstaan. Hij is al overgelopen. Hij moet uit. Ja. Hè, wat is daar een reactie? Even wat eigenlijk gebed voor me. Nou ja, twee dingen denk ik die van belang zijn. Eén, dat is eigenlijk de situatie van voor het pas. Dus voor een van de redenen van het pas was om activiteiten mogelijk te maken met behoud en herstel en zicht op de natuur. Dus ook voordat het pas in 2015 werd ingesteld, had je procedures bij de Raad van State die gingen om een toename van 0,02 mol per hectare per jaar. Precies. En daar wilde de politiek doorheen breken. En ik denk dat dat ook met inachtneming van de natuurwaarde mogelijk is en ook belangrijk om te doen. In die situatie zijn we nu weer teruggekomen. Dus daar zou dan verder kunnen worden gekeken hoe kan je het wel op een andere manier aanpakken dat je die ruimte weer wel creëert. En een tweede punt, maar dat is even een reflectie waar ik eigenlijk benieuwd ben ook hoe door de eerdere sprekers tegenaan wordt gekeken. Maar als ik ecologen spreek, dan krijg ik van hen ook te horen even los van alle negatieve effecten die er zijn op de natuur en dat de emmer vol is. Dat met invoering van de pas er wel heel veel verbetermaatregelen zijn doorgevoerd. En dat de natuur ook is verbeterd de afgelopen jaren. Los van hoe je wil dat het nog verder verbetert. Komt u maar voor de laatste 5 minuten even weer staan. Want dan gaan we namelijk de laatste 5 minuten langzamerhand in. Gaat u ook maar hier zitten. Dan... Uiteraard is de oplossing om de natuur goed op orde te krijgen. Ja.
Dat lijkt me logisch en dat heeft meneer Remkes ook wel gezegd, maar ik zie daar in de hele discussie nu al heel weinig van terug. Oké, maar even ook de PAS, beantwoord even de vraag dat in de PAS is gebeurd. Ook de PAS had deze maatregelen en de PAS zijn denk ik best wel goede dingen gedaan. Ja. Ik zou het op 20-80% zetten, niet op 1,99. 20% goede dingen, hè. Maar er zijn ook allerlei maatregelen gedaan om ruimte te winnen die eigenlijk niet eens zo heel goed voor de natuur waren. En dat is bijvoorbeeld dat 3 keer plaggen of 4 keer maaien per jaar, die alleen maar zijn uitgevoerd voor die economische ruimte. Maar er zijn ook hele goede dingen gedaan. Ik heb het Woolse Veen genoemd, hè, pasmaatregelen, om de waterhuishouding beter te krijgen. Dus daar zit ruimte, ja. Maar dan moet het wel uitgevoerd worden en resultaat hebben. En dat kan soms ook wel heel lang duren. Oké. Nou was dus deze avond bedoeld om een goed beeld te krijgen van die stikstofproblematiek. En als ik naar u hoofd kijkt, is dat volgens mij gelukt. Hè, wat ja, voor nee, kijk, dat ja, dat, u denkt, ja, dat is denk ik echt zo. Op het niveau wat een 2 uur duren, wat je in 2 uur kan doen, hè, want je kan je hele leven eraan wijden en dan weet je meer. Ja. Hadden we daar meer tijd voor nodig, viel me op, dan alleen maar over richting de oplossingsrichting. Hè. Dus, maar u heeft natuurlijk dit is een soort juridische schema van wat er kan. Maar u zegt, we moeten die natuur meer beschermen. Maar u wilt nog 1 ding zeggen over het schema, of niet? Voordat ik naar... Nou ja, over het schema. Het salderen is al een aantal keer genoemd. Hè. Daar zien die beleidsregels op. Als je nou kijkt naar de ene kant natuurherstel. Hoe kunnen we dat met elkaar voor elkaar krijgen? Dan moet je kijken naar maatregelen die daarvoor kan treffen. Als je het hebt over hoe kunnen we activiteiten door laten gaan. Dan moet je ook kijken hoe je een vergunningverlening vorm kan geven. Of hoe je op voorhand kan uitsluiten dat er significant negatieve effecten kunnen zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van, ja, het van de Natura 2000 gebieden, habitattypes. Dat is de juridische toets. Ja. Dat kan je dus onder meer via salderen doen. Maar ook dan geldt, en daar gaat ook Europa van uit, en ik wil toch hier wel benoemen, dat ook als je dat niet op voorhand kan uitsluiten, dan ten eerste moet je dan een verdere beoordeling doen. Dan komt daar misschien uit dat je het wel kan uitsluiten. Daar moet je dan ook de staat van instandhouding van het Natura 2000 gebied bij betrekken. Ja, je moet ook heel veel weten van welke beestjes en welke plantjes zeker, wonen in het enkele feit dat de kritische depositiewaarde wordt overschreden, betekent niet dat er dan geen vergunning kan worden verleend. Dat heeft de Raad van State ook nog een keer heel uitdrukkelijk gemaakt in de pasuitspraken. Nee, u maakt het heel goed. Even nog even voor goed. Het hangt gewoon af wat het effect is op de natuur. En hoe je dat beoordeelt. En dan daarnaast heb je ook nog de mogelijkheid dat we zeggen, dit is zo'n belangrijk project. We vinden dat het wel moet worden toegestaan via een, en dat heet dan een ADC-toets. Hè? Het is zo, het is dit. Ja, noem eens even wat echt zo belangrijk zou kunnen zijn. Een megastel. Oh, dat denkt u? Ja. Oké, denk het ook niet. Maar voorbeeld is een... Zou er geen weten, jij wel. Iets infrastructureels. Ja, Formule 1. Er kunnen verschillende voorbeelden worden bedacht. En daar kan je ook sectoraal naar kijken. Want woningbouw aan zich vinden we misschien als Nederland heel belangrijk. Ik zat bijvoorbeeld aan een kademuur in Amsterdam, anders stort het in. Dat zou zo'n ADC toetsen. Maar ook economische redenen mogen meespelen. Maasvlakte. Ja, wordt even goed. Ja, nee, maar ik wil nog even nu naar de laatste 5 minuten. Want dit zijn de laatste 5 minuten en dan is het 10 uur. En dan is het gewoon, hebben we de eerste 2 uur stikstofcollege en gesprek gehad. En u heeft nu een paar dingen gezegd van waar u ruimte aan ziet, hè, wat er kan gebeuren. Maar u zegt eigenlijk veel fundamentelere vragen. U zegt halvering van de veestafel, even als maatregel. Maar u zegt bescherm... Wat? Halvering van de stikstofemissie. Stikstofemissie, dat is wat anders. Ja, heel goed. Dat is een ander verhaal. Dat is het anders, ja. Heeft gelijk, want daarom kwam u met die Cora Nieuwe Huis en die auto. Dus rustige rijen, geen biomassa-centrales, kolencentrales dicht, dat helpt dan een heleboel. Ja. Voor mij moet de kraan zal dicht moeten, maar de emmer zal ook wat leger moeten. Ja. En soms zijn andere dingen dan die emmer belangrijk. Ja, zoals? Nou, het ligt aan het natuurgebied of het stikstofgevoelig is, maar er is ook allerlei niet-stikstofgevoelige natuur die er ook niet heel goed bij staat. Bijvoorbeeld te veel versnipperd, te veel klimaatverandering, te veel exoten, dat spelen ook allerlei andere dingen doorheen. En het versterkt elkaar vaak ook nog eens. Ja, u maakt het nog complexer. Ik zeg, los van die stikstof zijn er meer bedreigende factoren op die natuur, die ook weer soms interactie hebben met het stikstofvraagstuk. Die we ook volgens de wetgeving die we met Natura 2000 zijn aangegaan in die habitatrichtlijn ook aan moeten doen. Nou, het is wel in zoverre belangrijk dat alle aandacht nu naar die stikstofgevoelige gebieden gaat en de rest gebeurt eigenlijk niks. Nee, precies. Want u heeft nu, mocht u het twee eerste deel, mocht u het college geven en alle vragen beantwoorden, het tweede deel moest u erbij zitten. Mm-hmm. Wat zijn nou wat u betreft, als u wordt gevraagd door de commissie Remkes, wat zou u doen? U bent vast gevraagd. Wat was uw top 2 van punten?
Nou, wat ik belangrijk vind in dit hele stuk is dat wij lopen zo op de afgrond steeds, hè, op de scherpste van de snede. Ja, net wel, net niet. Net overheen en dan een klein maatregel. Net niet. Dus maak nou gewoon eens die grote stap naar links. Hè. Ja, of naar rechts. Nee, dat was de afgrond. Oh ja. Ja, dus die stap naar links. Daar heb ik zo'n metafoor, ja, heel goed. U zegt, ja, oké. Okay. Even kijken waar je loopt. Hè. Ja. Dus maak nou die grote stap naar links. Hè, en zorg dat je daar, en beste, dat je duidelijkheid geeft aan alle partijen voor de wat langere termijn. We willen die kritische depositiewaarde halen. Ja. Dat gaan we zo en zo doen. Geef ze ruimte en tijd om daaraan te ontwikkelen. Ja. En dan kan je op korte termijn veel flexibeler omgaan met al dit soort kleinere dingen. Ja, u zegt langer termijn, grote beleidsmaatregelen waardoor die emmer leger raakt. Ja. Ja. Als u de commissie Remkes, u belt... Nou ja, dit klinkt heel goed, alleen het probleem dan met de Europese regelgeving is dat elk project aan zich moet worden beoordeeld. Dus als we zeggen over 10 jaar is er sprake van een verbetering, dat er heel moeilijk wordt om dan ook andere projecten door te laten gaan. Ja, dus je zou ook voor de korte termijn los van, moeten kijken. Precies, heel goed. U zegt los hiervan moeten we zeker voor die woningbouw en dat soort dingen moeten we nu gewoon een ander soort methodiek gaan ontwikkelen. En u zegt dat is niet zo moeilijk, want ik kan zo 5 maatregelen nemen die maken dat die kleine woningbouw weer mogelijk is. Hoor ik dat? Praktisch gezien, ja. Er zitten wat juridische haken en ogen aan, maar ik denk dat dat opgelost is. Ja, ja dat kan volgens, u bent natuurlijk chemicus, maar eigenlijk ook gewoon jurist ondertussen, toch? Ik ben redelijk thuis in de materie. Ja, precies. Ja. Dat kan. Hoe kan het? Even praktisch, hoe kan dat? Hoe dat kan? Nou, ervoor te zorgen dat het vast ligt in een... dat kan een pas zijn, dat kan een noodwet zijn of een pas wet zijn. 2.0 of zo, een tweede pas. Ja, we zijn ook niet tegen het principe van een pas. Precies. Als er maar een fatsoenlijk programma in staat waarin gegarandeerd wordt, zeker wordt gemaakt, dat binnen zeg 10 jaar die kritische depositiewaarden gaan worden onderschreven. Voilà. En dan kun je een heleboel doen, ook met drempelwaarden, wat ons betreft. En wat zou u... Want u heeft ook met de commissie Remkes... Of als u wordt gebeld door de commissie Remkes, wat zegt u dan? Steek genoeg geld in het natuurherstel. Geld in het natuurherstel en focus niet alleen op die stikstof. Maak een integraler overweging van de kwaliteit van natuur. Oké, dan zijn er nog echt 1 minuut over. Hè? Dan zijn er 1, 2, noem even wie ze wil, 3, 4. Nee, dat kan allemaal niet. Dus we gaan nu heel snel even kijken wat we nog kunnen ophalen. Wat hebben we nog nodig om deze avond af te ronden? Nou, dan zeg ik er toch even bij dat ik melkveehouder ben. En mag. Ja, zeker. Ja, dus ik voel de pijn ook best wel direct. En wat gewoon heel erg leeft bij de sector van de landbouw, van dat er gefocust wordt op 1 sector. En dat is, ik hoor Johan daar heel genuanceerd over praten. En ook dat hij zelf, de oplossing zit namelijk dat iedereen een stapje terug moet doen. Hè? En dat doet pijn. En ik ben nou zo benieuwd, want ik heb geleerd over een stikstofdeken, maar ook een CDA-deken. En zelfs de afgrond zit op rechts. Maar ik ben er toch benieuwd van hoe zorgen we nou dat iedereen in die stand komt van dat we minder stikstofinput genomen. Want het is echt niet alleen de landbouw. Heel goed. Te veel focus op de landbouw. Ja. Helemaal mee eens. Ja. Alle sectoren even hard aanpakken. Ze zijn niet echt communicatie-experts, maar deze mensen kunt u gewoon nu citeren. Die vinden ook dat het niet alleen de landbouw is. Je kent onze actie tegen Schiphol, dacht ik. Ja, toch ook. Okay, inderdaad. Goed. Klopt. Geweldig. Ik hoop ook nog een keer dat het lukt. Goed zo. Nee, maar, we gaan nog een hele avond een keer over boeren praten en een keer een avond over bouw praten. Ja, maar neem maar even voor, u zegt van hoe zorgen we er nou voor dat iedereen beseft dat dit niet oplosbaar is? Want dat is nog belangrijk, laat het anders formuleren. Als we de veestapel halveren, hebben we dan het stikstofprobleem opgelost? Nou, dat is onvoldoende. Andere sectoren moeten ook bijdragen, want anders gaan we het niet redden. Dus dat moet van alle sectoren moet het komen. Precies, dus zelfs als we de veestapel halveren, is het stikstofprobleem niet opgelost. Even voor, dat is volgens mij het antwoord. Helpt dit? Nee, ja. Oké. U had het op het einde over oplossingsrichtingen. En vernatting was, zei meneer Eersman aan het begin, een goede oplossingsrichting. Ik wil even aangeven dat verdroging een heel groot probleem is in eigenlijk alle stikstofgevoelige gebieden. Ja. En dat vooral woningbouw daaraan bijdraagt met de onttrekking van grondwater. Ja. Goed. Dus mevrouw zegt, leuk dat jullie over die kleine woningbouwprojecten noemen, maar kunnen we nog wel even kijken naar de relatie tot de verdroging omdat onttrekking van water. Dank. Ja, dat speelt alleen in de natte habitattypen dan, in een aantal natte habitattypen. Precies. Niet overal. Ja, laatste 2, 3. Ja.
Even kijken, ja, ik zit er al heel tijd aan te kijken tegen het plaatje en dat is volgens mij Tata Steel. Ja, ik heb zelf in het verleden bezig geweest met Tata Steel ten aanzien van de depositie van stikstofverbindingen. Nou, u heeft het allemaal over 0,05 mol wat er uitgestoten wordt, wat een depositiewaarde. Maar dit bedrijf, dat stoot uit 130 mol op natuurgebieden. Er wordt niets aan gedaan, omdat de vergunning in feite al een bestaande vergunning was. En er wordt, daar kan dus niks aan gedaan worden. Dus als je iets wil aanpakken, dan zul je in feite ook met bestaande vergunningen iets moeten gaan doen. Industrie aanpakken en bestaande vergunningen, ja? Volgens mij heb ik meneer Eresman eerder al horen zeggen dat het afschaffen of verminderen van kunstmest en het krachtvoer, precies, dat dat een goed alternatief kan zijn voor het halveren van de veestapel. Nee, dus meneer laat net zien in dat schema, hè, dat het voor een deel ook voor plantaardige stromen is. En daar ging het punt volgens mij over. Klopt toch? Uw punt is, je moet die invoer veranderen. Van alle bronnen. Hè? Van alle bronnen. Niet alleen de landbouw, precies. Maar ook de fossiele brandstoffen. Precies. Ook van de fossiele brandstoffen. Dus alle bronnen in de stikstofhuishouding. Ja, de nieuwe stikstof. Ik hoorde net ook wat over bestaande activiteiten. Dat is natuurlijk ook hetgene wat naar voren komt als je het hebt over halvering van activiteiten of aantasten van bestaande rechten. Dat is natuurlijk dan ook een keuze die moet worden gemaakt en ook hoe je ermee omgaat. Want in Nederland is de rechtszekerheid ook heel erg van belang. Ja. En ook bedrijven die al bestaande vergunningen hebben of een activiteit voordat het Natura 2000 gebied werd aangewezen, kan je niet zomaar tegen zeggen je stopt ermee. Ja, de rechtszekerheid is daarmee in het geding anders. Zeker, dus dat is ook een aspect dat mee moet worden genomen. Ja, goed. Dit zijn een aantal. Wat zegt u? Zo'n wet als de pas, wat vars was, wat een vergunningmachine was, dat biedt ook geen zekerheid. Daar wordt wel op verschillende wijzen tegen aangekeken, want het woord vergunningmachine is natuurlijk van de heer Vollebroek. Nee, maar is nu door de rechter gezegd dat de pas niet meer toepasbaar is. Dus meneer zegt, eventjes naar de overheid zelf kijken. Vergunningen die afgegeven zijn in het verleden, zegt u, daar gelden rechtszekerheidsargumenten voor. Meneer zegt, ja, behalve als die overheid op de onjuiste redeneringen vergunningen afgeeft. Nou, de Raad van State heeft heel uitdrukkelijk in de PAS-uitspraak gezegd dat vergunningen die al zijn verleend onder de PAS en onherroepelijk zijn, dus dat daar beroep tegen open had gestaan, maar dat dat niet is gedaan of goed is afgelopen, dat die dan niet op basis van deze uitspraak aantastbaar zijn. Dat heeft de Raad van State daarin opgenomen. Nee, dat weet ik, maar meneer zegt, het is niet handig dat een overheid dat doet. Dat is ik heb dat wel in het persbericht gelezen van de Raad van State, maar niet in de uitspraak. Dus ik ben benieuwd of dat persbericht van de Raad van State wel bindend is. Het staat los van de binnen... los van de binnendheid, want de Raad van State... Ja, helemaal op het einde. De Raad van State geeft ook aan dat algemene overwegingen zijn. Oké, klaar. Want dat is heel leuk dat deze uitspraak-ding... Ik wou zeggen, er is ook een woord voor de discussie over de interpretatie van zeg maar de uitspraak. Maar die gaan we nu niet doen. Het is 10:00 en we hebben in 2 uur tijd echt ongelofelijke dichtheid van informatie tot ons genomen. Ik heb heel erg gekeken naar of het een beetje ging. Bij u, en dat doe ik dan door een paar mensen zo aan te kijken die me dan soms een beetje zo... En dan denk ik, nou, moeten. Dat kan alleen maar doordat mensen hier met ongelooflijk veel toewijding zitten en hun best doen om u dit aan te bieden deze avond. En daar wil ik ze ongelooflijk voor bedanken en met u een groot applaus aan hen geven. Dank. En de volgende avond, is er nog een slide, Daan? Wat is de datum? De volgende 6 november gaan wij met elkaar praten over... staat niet op deze. 6 november is de avond waarin we stikstof en de bouw gaan bespreken. En de programmamaker doet altijd even, nu we toch zoveel nieuwe mensen in de zaal hebben. Wij doen heel veel. We maken 400 programma's per jaar hier in het Pakhuis de Zwijger. Op de dinsdag de 22e praten we over waterstof. Op 23 over houtbouwers. Op 28 over de ziel van de stad. Dus hoe maak je nou steden die ertoe doen? En op 18 november praten we over energietransitie als gebiedsontwikkeling. Misschien zien we u daar dan weer. Dank u wel voor uw komst.